Hartelijk welkom vandaag bij de themadag Nefrotisch Syndroom, hier in Bussum en voor de mensen die je thuis achter het scherm kijken. Mijn naam is Martin Mornhout. Ik ben vrijwilliger bij de Nierpatiëntenvereniging, bij de afdeling Bijzondere Nierziekten en dan specifiek voor Nefrotisch Syndroom. En om gelijk maar even te vermelden, ik ben de laatste vrijwilliger daar. Dus mocht u behoefte hebben, dan maken we straks even een praatje met elkaar. Voor deze dag hebben we Rutger Maas en Anne Els van der Locht uitgenodigd om een aantal presentaties te doen. Ze zijn allebei werkzaam in het Radboud Ziekenhuis en voor zover ik weet ook zeer deskundig op hun werkgebied. En mogelijk ook op andere terreinen. Er is de gelegenheid tot vragen stellen. Ja, er loopt via het web loopt een Q&A. Mensen die kunnen daar zeg maar een knopje indrukken onderaan rechts. En kunnen ze een vraag stellen. Als die vragen behandeld worden tijdens de presentatie, dan laten we ze lopen. En anders proberen we ze of na de presentatie of tijdens te beantwoorden. U heeft de vragen liefst ook gelijk tussendoor of na de presentatie. Mag allemaal. Dus u bent vrij om in te springen als u denkt van waar gaat het over? En in het middagprogramma zitten we ook bij elkaar. En dan gaat het veel meer over lotgenotencontact. En kunnen we ook elkaar vragen stellen en elkaars ervaringen delen. De middag is niet via het webinar te volgen. En heel persoonlijke vragen, ja, daar wordt vaak niet op ingegaan, omdat dat vaak de vragen zijn die zeg maar bij de arts thuis horen. Maar dat kunnen de dame en heer heel goed beoordelen voor u. Dus ik wens u een informatieve dag vandaag. En ik wilde graag Rutger het woord geven. Zo, ben ik goed te horen? Ja. Ik ga eventjes op een gunstige plek staan, zodat iedereen goed mee kan kijken. Dank aan de Nierpatiëntenvereniging voor de uitnodiging. En welkom allemaal. En leuk dat jullie allemaal toch harder praten. Of iets hoger. Zo, dank voor jullie komst. Wij gaan het hebben over het nefrotisch syndroom uiteraard. U zit hier vast met een eigen persoonlijke reden. Tussendoor kunnen er vragen worden gesteld. En vanmiddag hebben we ook nog ruim de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan over jullie vragen. En deze presentatie die kan misschien ook daartoe weer tot de discussie verder stimuleren. Dat hopen wij in ieder geval. Wij gaan iets vertellen dus over nefrotisch syndroom. En nefrotisch syndroom is, zoals u waarschijnlijk al weet, niet een ziekte, maar het is een syndroom. En dat wil zeggen, dat zijn eigenlijk een verzameling van symptomen die patiënten hebben, die bij elkaar horen eigenlijk. We zullen dus iets vertellen over wat is het nefrotisch syndroom. En ook iets over hoe zit dat dan in elkaar. Hè, en wat is daar de achtergrond van? Waar zit dat in de nier? En daarna zullen wij een aantal specifieke ziektebeelden bespreken die leiden tot het nefrotisch syndroom. En de reden dat wij deze ziektes bespreken is eigenlijk omdat het de meest voorkomende oorzaken zijn van nefrotisch syndroom. En daarnaast ook omdat wij zelf mede voor het onderzoek interesse hebben in deze ziektebeelden. Anne Els heeft veel deskundigheid op het gebied van membraneuze nefropathie. En ik vooral op het gebied van minimal change disease en FSGS. En daarna zal Anne Els nog een stukje vertellen over de rol van het dieet. Nou, hoe zit het in elkaar in de nier? Voor de mensen thuis, ik wijs het nu aan met de pointer, maar dat zal niet in beeld zijn misschien. Dit is de nier en hier is een doorsnede van de nier. En als je kijkt naar hoe die nier is opgebouwd, dan zit hier eigenlijk een heel dun stukje, dat noemen we de schors. Het Latijnse woord de cortex. En daar bevinden zich eigenlijk de nierfiltertjes
die zijn aangetast bij het nefrotisch syndroom. En die nierfiltertjes daar begint het filterproces van het bloed. En vervolgens wordt dat bloed geleid langs de niertubuli. En daar wordt ook na die glomerulus de voorurine gevormd. En die wordt in die tubuli verder verwerkt en eigenlijk opgezuiverd tot uiteindelijke geconcentreerde urine. Glomerulus, dus die nierfilters, dat is eigenlijk een kluwentje van bloedvaten. En dat is een heel bijzonder gebied, vinden wij in het lichaam, omdat daar zich cellen bevinden die heel gespecialiseerd zijn in het vormen van die voorurine. En die eigenlijk ook op een hele interessante manier met elkaar samenwerken. En dat is natuurlijk ook van belang bij het begrijpen van hoe het gaat als er een ziekte ontstaat en als die cellen worden aangetast. Nou, dus de nierfilters, zoals gezegd, daar hebben mensen er heel veel van. Hè, honderdduizenden, ongeveer 1 miljoen misschien wel per nier, maar dat varieert ook van persoon tot persoon. En dat zijn dus kluwens van bloedvaten, waar het bloed doorheen stroomt en waar ook het bloed, de waterige bestanddelen van het bloed doorheen kunnen lekken. En waar het proces van urinevormen dus begint. En die nierfilters, ofwel glomeruli, die bestaan dus uit een laagje van twee celtypes. Aan de bloedkant zijn dat de endotheelcellen. En endotheel, dat zijn eigenlijk cellen die overal de bloedvaten bekleden. Maar in het nierfilter zijn dat nog extra gespecialiseerde endotheelcellen die gefenestreerd zijn. Dus daar zitten ook poriën in die eigenlijk dus doorlaatbaar zijn. Want anders kunnen ze geen urine vormen. En aan de andere kant, aan de urinezijde, daar bevinden zich een ander type cel, podocyten. En die zullen we zo meteen nog in meer detail bekijken. En die podocyten die vormen voetprocessen. Dus dat zijn lange uitlopers die in elkaar grijpen. Zo ziet zo'n podocyt er dan uit onder een sterke vergroting. Dit is het cellichaam van de podocyt. En dit zijn de uitlopers. Dus het zijn als het ware een soort octopusachtige cellen, maar dan misschien met nog wel veel meer tentakels. En die vormen steeds verder uiteenlopende voetprocessen, die dus eigenlijk heel mooi in elkaar grijpen. En die dus ook betrokken zijn bij het doorlaten van bloedbestanddelen, waarbij de urinevorming begint. Nou, bij het nefrotisch syndroom gaat het dus mis in die nierfiltertjes. En waar we vaak de afwijkingen duidelijk zien, is aan die podocyten. Maar er is eigenlijk is er een voortdurende interactie tussen die podocyten en die endotheelcellen. En waarschijnlijk is het zo dat het aan beide kanten misgaat als je zo'n ziekte krijgt. Maar we zien de meest uitgesproken afwijkingen aan die podocyten. Dus daar is in het onderzoek ook veel aandacht naar uitgegaan. We weten ook dat die podocyten verloren gaan bij patiënten met een nefrotisch syndroom. En dan ook niet meer zomaar kunnen terugkomen. En dat maakt dat wij het dus belangrijk vinden om ons te richten op maatregelen die die podocyten en daarmee die hele nierfilters kunnen beschermen. Nou, wat is dan het nefrotisch syndroom? Ja, dat is dus eigenlijk een constellatie, dus een samenhangend geheel van verschijnselen die mensen kunnen krijgen, die leiden dan, die samen bij elkaar horen. Dus dat wil zeggen eigenlijk dat er eiwitlek is. Dus er zit veel eiwit in de urine, er zit normaal geen eiwit in. En je hebt een laag eiwitgehalte in het bloed. Hè. Met name het albumine wat wij dan meten, dat is verlaagd. En patiënten krijgen daarbij vaak oedeem, vocht in de benen of op andere plekken in het lichaam. En dat is vaak het eerste wat mensen merken van dat nefrotisch syndroom. En eigenlijk in vrijwel alle gevallen van dat nefrotisch syndroom zien we dus beschadigen van die podocytcellen. En we hebben met elkaar afgesproken dat om te praten over een nefrotisch syndroom vinden we dat er veel eiwit in de urine moet zitten. En we zeggen daarbij, nou, het moet meer dan 3,5 gram per 24 uur zijn. En daarbij moet het albuminegehalte, het belangrijkste eiwit van het bloed, moet verlaagd zijn. Daar kunnen dus allerlei klachten bij ontstaan. Belangrijkste, zoals gezegd, is oedeem. Dat is, of in ieder geval, dat is het meest in het oog springend. Maar er zijn ook allerlei andere klachten. Mensen zijn vaak vermoeid als ze een nefrotisch syndroom krijgen. Er kunnen zich andere complicaties voordoen van het nefrotisch syndroom. Door het weglekken van allerlei eiwitten ben je meer vatbaar voor infecties.
Er kunnen sneller tromboses ontstaan. Dus er kunnen allerlei serieuze problemen zich voordoen als je een nefrotisch syndroom hebt. En natuurlijk, omdat die nierfilters worden aangetast, kan ook de nierfunctie achteruit gaan. Nou, nefrotisch syndroom is dus niet één ziekte, maar de verschillende vormen van nefrotisch syndroom bij elkaar, dat is nog steeds vrij zeldzaam. Hè? Alles bij elkaar, ongeveer 50 personen per miljoen personen in de bevolking per jaar krijgen zo'n nefrotisch syndroom. Maar al met al zijn er dus nog behoorlijk wat mensen elk jaar die dat krijgen. En omdat het een chronische ziekte is, hè, want hij komt terug of duurt lang voordat je er vanaf bent, zijn er al met al dus toch wel honderden mensen, hè, minstens, die daar mee rondlopen met zo'n ziekte. Nou, verschillende vormen, oorzaken van het nefrotisch syndroom komen in verschillende mate voor in verschillende leeftijdscategorieën. We weten niet helemaal zeker waarom dat zo is, maar we weten wel dat bij kinderen komt een bepaalde vorm van het nefrotisch syndroom, minimal change, komt het meeste voor. En dat komt zelfs zo vaak voor dat op een gegeven moment is gezegd, nou ja, dan hoef je eigenlijk geen biopsie meer te doen bij al die kinderen, want ze hebben toch bijna altijd minimal change. Hè? En dat maakt ook dat daar de inzichten in de diagnostiek daarom anders zijn bij kinderen ten opzichte van volwassenen. Inmiddels is er meer bekend ook over de verschillende vormen van nefrotisch syndroom bij volwassenen. Met name bij de membraneuze nefropathie is er meer informatie gekomen over de verschillende oorzaken. Daar zal Anne Els meer over vertellen. En dat maakt dat we dus daarom bij volwassenen ook niet altijd meer een nierbiopsie hoeven te doen, omdat we in het bloed belangrijke oorzaken soms al kunnen achterhalen. Zo'n nefrotisch syndroom, dat kan zich heel plotseling aandienen eigenlijk. Hè. Het kan eigenlijk min of meer plotseling uit de lucht komen vallen, lijkt het wel. Dat mensen daar plotseling last van krijgen. Hè. Mensen weten vaak nog de dag dat ze daar last van hebben gekregen als je dat met ze bespreekt. En wat je vaak ook terughoort is dat daar een ziekte aan vooraf is gegaan. Eigenlijk vaak een heel banale verkoudheid die iedereen wel een keer kan krijgen. Of soms zelfs een vaccinatie, dat hoor je ook wel. Maar dat is ook wel niet altijd zo. Hè? Dus, maar dat kan zo zijn. En wat we vaak zien, hè, als de mensen bij ons komen, dan weten we vaak al dat ze een nefrotisch syndroom hebben, omdat een ander internist of verwijzend huisarts dat al heeft gezien, dat er veel eiwit in de urine zit. Maar omdat het relatief zeldzaam is en omdat er ook allerlei andere ziektebeelden kunnen zijn waar je oedeem van krijgt, duurde het eigenlijk vaak best een tijd voordat echt daadwerkelijk de diagnose wordt gesteld. En soms is er een heel ander traject aan vooraf gegaan, waarbij mensen zelf de andere gedachten over hebben gehad en ook de dokters daar een andere gedachte over hebben gehad. En dat ze eerst naar een cardioloog bijvoorbeeld zijn geweest of een dermatoloog of een andere specialist voordat ze dan bij de nefroloog komen. Nou, er zijn dus drie grote groepen van nefrotisch syndroom die eigenlijk de hoofdoorzaken zijn van het primaire nefrotisch syndroom. En met primair bedoelen we eigenlijk dat de ziekte, voor zover wij kunnen beoordelen, zich voornamelijk in de nieren schuilhoudt. Hè, waarbij het niet echt een systeemziekte is die daarbij zit. Maar er zijn wel degelijk symptomen bij die op andere gebieden van het lichaam relevant zijn. En die drie ziektebeelden, dat zijn minimal change disease en focale segmentale glomerulosclerose, FSGS. Die heb ik bij elkaar gezet, omdat die ziekten heel sterk met elkaar verband houden, erg op elkaar lijken en misschien ook wel dezelfde oorzaken zou kunnen hebben. Dat weten we niet zeker. Belangrijk hierbij is dat je een biopsie moet doen om die ziekte vast te stellen. Kenmerkend is dus de afwijking die je ziet heel duidelijk aan die podocyten. Maar bij FSGS zien we ook wel andere afwijkingen, verlittekening eigenlijk in de nierfiltertjes. Exacte oorzaak dus, zoals gezegd, niet helemaal bekend, maar we denken wel dat het immuunsysteem daar een belangrijke rol in speelt. En die groep van FSGS, dat is eigenlijk dan ook weer een lastige, omdat er dan een heterogeen beeld op zich is. Want er zijn ook allerlei andere vormen van beschadiging van die podocyten die ook tot FSGS kunnen leiden. Dus dat maakt het begrijpen van zo'n ziekte extra ingewikkeld. En ook het klassificeren van die ziekte. En daarmee ook het onderzoek doen naar de beste behandeling. Membraneuze nefropathie is de andere vorm. Dat is een auto-immuunziekte, is eigenlijk wel inmiddels vastgesteld. Er zijn veel antistoffen gevonden ook bij patiënten met membraneuze nefropathie. En dat is de meest voorkomende oorzaak van nefrotisch syndroom bij volwassenen. Zoals gezegd, Anne Els zal er meer over vertellen. Hier zien we in grote lijnen wat de verschillende oorzaken zijn van het nefrotisch syndroom. Zoals gezegd, membraneuze nefropathie
meest voorkomend. En dan die Apple Scares en Minimal Change Disease. Samen ook een flinke groep. En daarna heb je eigenlijk alle andere vormen. Waarmee mensen natuurlijk ook geconfronteerd kunnen worden. En dat noemen we dan eigenlijk de secundaire oorzaken. Want er zijn allerlei systeemziektes, zoals lupus, zoals diabetes. Of infecties die ook kunnen leiden tot zo'n nefrotisch syndroom. Maar dan heb je natuurlijk met een heel ander ziektebeeld te maken. En die patiënten die worden dan ook heel anders behandeld. Dus dat maakt eigenlijk ook dat een biopsie vaak heel belangrijk is om die diagnose te stellen. Maar inmiddels, omdat we weten dat bij die membraneuze nefropathie allerlei antistoffen een rol spelen, wordt eerst bloed geprikt bij patiënten die zich aandienen met een nefrotisch syndroom om te kijken, hebben die bepaalde antistoffen, en dat noemen we dan de PLA2R-antistoffen. Want als je die hebt, dan is het eigenlijk zeker weten membraneuze nefropathie en dan hoef je er in feite geen nierbiopsie meer voor te doen. Verder kijken we bij patiënten met een nefrotisch syndroom naar allerlei andere mogelijke oorzaken. Hè? Want als iemand heel lang bestaande diabetes heeft, dan is dat bijvoorbeeld de meest waarschijnlijke oorzaak. Als iemand lupus heeft en een nefrotisch syndroom krijgt, ja, dan weet je dat die ziekte daarmee te maken heeft. En zo hebben we nog een aantal andere voorbeelden waarbij je dus eigenlijk de reeks systematisch afgaat van wat zou de mogelijke oorzaak kunnen zijn. Als je daar op een andere manier achter kunt komen, is het goed. Maar heel vaak moet je toch nog steeds een biopsie doen van de nier. En dat is op dit plaatje afgebeeld. En met een biopsie neem je dus eigenlijk met een dunne naald een paar hapjes van het nierweefsel af. En dan heb je van die kleine fibertjes van het nierweefsel die dan worden bekeken door de patholoog onder de microscoop. Goede beoordeling van het nierbiopt. Verschillende facetten daarvan. Lichtmicroscopie, immuunfluorescentie en elektronenmicroscopie zijn de verschillende facetten. Bij de lichtmicroscopie kijk je gewoon onder de microscoop met standaard kleuringen. Bij immuunfluorescentie worden er een soort fluorescerend kleursignaal op losgelaten. Bij de elektronenmicroscopie heb je dus nog een sterke vergroting. En dan de complicaties van het nefrotisch syndroom. Dat zijn er een heleboel. Ik heb al een paar besproken. Infecties en de tromboses met name. Dat zijn denk ik de belangrijkste groepen. En daarnaast natuurlijk ook het vasthouden van vocht. Dat zijn de grote groepen. Ik ga het woord eens aan Els geven. Ja. Op een later moment, maar nee, ga ik de pointer dan ook. Ja. Even kijken. Nou, ik ga het wat meer over de behandeling hebben voordat ik wat ziektespecifiek zal vertellen. Rutger heeft al uitgebreid gezegd, we kijken dus allereerst heel grondig van, is er eventueel een zogenaamde, zoals wij dat noemen, secundaire oorzaak of onderliggende oorzaak? Want dan is duidelijk dat we ons daarop moeten richten. Maar wat allereerst heel belangrijk is, is dat we een soort van ondersteunende, en dat noemen we ook wel conservatieve therapie, geven. Bloeddrukbehandeling, dieet. En uiteraard, nou, met medische termen, immuunsuppressieve therapie, afweeronderdrukkende behandeling, daar komen ook een heel deel van de patiënten aan toe. Nou, die ondersteunende behandeling, wat is dan belangrijk? Eigenlijk inderdaad vooral bloeddrukbehandeling is de hoeksteen van de behandeling van het nefrotisch syndroom. Waarbij we eigenlijk graag een bloeddruk onder de 130 over 80 zouden willen hebben en vaak patiënten ook stimuleren om thuis de bloeddrukken te meten. Heel vaak is daar medicatie voor nodig en uiteraard proberen we te kijken of het lukt om een zoutbeperking toe te passen. Bij het actieve nefrotisch syndroom is vaak ook een eiwitbeperking aangewezen in combinatie met die zoutbeperking. Daar komen we straks nog verder op terug. Naast de bloeddrukbehandeling is er vaak ook tabletten nodig voor het cholesterol. Nou, eigenlijk heel simpel gezegd, hè, omdat er het eiwit, het albumine in het bloed laag is, wordt de lever ook aangejaagd om meer cholesterol te maken. En heeft ook het toepassen van statines waarschijnlijk een gunstig effect op de behandeling van het nefrotisch syndroom. Los ervan dat je doordat je dat probleem hebt ook meer kans op hart- en vaatziekten hebt. Dus dat het om die reden ook belangrijk is om daarmee te behandelen. Ja, een deel van de behandeling bestaat ook uit zogenaamde symptomatische behandeling. Dus het behandelen van vochtophopingen met pastabletten. Stoppen met roken en inderdaad bloedverdunners vanwege die verhoogde kans op trombose.
Die afweeronderdrukkende behandeling die is eigenlijk heel specifiek per ziekte. Dus daar komen wel wat op, maar daar zitten wat verschillen tussen de verschillende ziektebeelden. En eigenlijk voorheen was het eigenlijk bijna altijd een behandeling, waar een deel van jullie ook ervaring zal hebben met veel prednison, steroïden ook wel genaamd. En dat heeft natuurlijk heel veel bijwerkingen. Wordt eigenlijk wel vrijwel altijd met andere medicijnen gecombineerd. Nou, ik noem ze hier even. Het is niet nadrukkelijk de bedoeling om alles te bespreken, maar cyclofosfamide of endoxan, tacrolimus, Celcept. Nou, er zullen meerdere ervaring hiermee hebben. En vaak inderdaad, omdat medicijnen weer bepaalde bijwerkingen hebben, komt daar medicatie bij. En dat zijn bijvoorbeeld maagbeschermers, medicijnen tegen botontkalking en antibiotica-profilaxe. En wel één, denk ik, van de dingen die misschien wat veranderd is ten opzichte van een aantal jaren geleden, is dat we steeds vaker ook het middel rituximab toepassen. Rituximab is misschien wat meer een middel wat specifiek op bepaalde afweercellen werkt en daar de antistofproductie remt. En dat hoeft niet altijd met veel prednison gecombineerd te worden, dus dat is soms in sommige gevallen een elegante behandeloptie. Als we dan kijken inderdaad van, wat zijn de soort van algemene principes, hè? Waar houden wij rekening? Dan is het enerzijds van, kan de ziekte spontaan verdwijnen? Dat is zeker inderdaad misschien bij minimal change FCS een wat minder deel. Maar bij membraneuze nefropathie denken we dat dat toch 30% van de mensen kan zijn soms na 2-3 jaar wachten. Dus dat moeten we proberen zo goed mogelijk te voorspellen. En daarbij doen wij een trap-out en denk ik ook elders bepaalde risicometingen om te kijken van hoe groot achten we die kans. Wat ook natuurlijk belangrijk is van, is er al nierschade? En als dat er niet is, hoe groot is dan de kans dat er nierschade ontstaat? Want dat maakt dat je natuurlijk minder lang kan wachten of zo'n spontaan herstel optreedt. Je wil weten wanneer dat dan optreedt en je wil die patiënten inderdaad dus identificeren. En natuurlijk proberen we te kijken voor wie is welke behandeling het meest geschikt. De complicaties zijn eigenlijk al meerdere keren genoemd. Dus hier gaat het niet alleen om de complicaties van het nefrotisch syndroom SEC, maar ook om de complicaties van de behandeling. En inderdaad, de prednison, dat heeft natuurlijk bekende bijwerkingen als gewichtstoename. De angst inderdaad voor met name ook dat je een wat boller gelaat krijgt, dat noemen we cushingoïd. Ontregeling van suikers of het ontstaan van suikerziekte wanneer iemand dat niet heeft. En heel veel medicijnen hebben ook hun eigen bijwerkingen. Dus die balans opmaken van, is er een kans op spontaan herstel? Of wat is de beste behandeling gezien de situatie van die patiënt? Dat is eigenlijk wel een uitdaging inderdaad om samen uit te komen. Ik zei al, antistolling inderdaad is belangrijk. En ik noem dat specifiek even voor de ziekte membraneuze nefropathie. Dat is een van de dingen waar wij ook wat onderzoek naar hebben gedaan. Op de een of andere manier bij het nefrotisch syndroom en met name bij membraneuze nefropathie is er een verhoogde kans op trombose. En dit is een moeilijk figuur, maar ik wil er een paar principes van toelichten. We hebben een vrij nieuwe richtlijn van eind 2021, waarin specifiek voor de ziekte membraneuze nefropathie iets wordt opgenomen over het gebruik van bloedverdunners. En er zijn verschillende bepalingen in Nederland die worden gedaan. En wat belangrijk is dat er dus verschillende bepalingen in ziekenhuis worden gedaan. En dat daardoor de onderlinge waardes van het eiwit in het bloed, het albumine, moeilijk zijn te vergelijken. En eigenlijk doen ze in dit figuur een soort correctie. Want ze zeggen inderdaad, normaal een albumine in het bloed is 35 of hoger. Maar ze zeggen van, als met de ene bepaling het albumine onder de 20 is en bij de andere 25, wordt een soort van standaard correctie gedaan. Kom ik in de volgende dia op terug. Dan heb je een verhoogde kans op trombose en dan moet je eventueel bloedverdunners overwegen. Dan is dit best een moeilijk figuur, ook voor een nefroloog om toe te passen. Maar eigenlijk wat wij in de praktijk inderdaad overwegen is, als iemand echt een laag eiwit heeft, dan heb je soms bloedverdunners van de trombosedienst. En wanneer het bij wijze van spreken in ons ziekenhuis tussen de 20 en 30 zit, dan geven we ook wel eens een aspirine. En dan denken we inderdaad dat we daar voldoende bescherming mee geven. Wat de lastigheid dus is, is dat er dus verschillende bepalingen zijn. En die heten met afkorting, heten die ook wel BCG en BCP. G is van green, groen en P is van P, purple. En eigenlijk, dit is van onderzoek vanuit ons ziekenhuis geweest. Als je kijkt, dit is een soort van gouden standaard. De gouden standaard is is eigenlijk niet helemaal waar. Want het is ook niet de methode die 100% altijd goed is. Maar we denken dat het beste is wat we hebben. Dat heet de nefrometer. Dan zie je inderdaad dat stel dat je een groep patiënten hebt, in dit geval met de ziekte membraneuze nefropathie, dan meet die zo gemiddeld rond de 20. In twee ziekenhuizen werd er met die zogenaamde BCP gemeten, komt dat overeen. Maar wat je eigenlijk ziet in alle ziekenhuizen die andere bepaling gebruiken, is nog ongeveer in 50% van de ziekenhuizen in Nederland, zie je dat er een overschatting is van de waarde en dat die ongeveer 5 tot 7 gram hoger meet.
En dat is op zich wel relevant, omdat daar die consequentie van het al dan niet schrijven van bloedverdunners mee samenhangt. En heel veel artsen weten ook niet welke bepaling er wordt gebruikt. Oh, excuus, volgens mij wilde u iets vragen of niet, ja. Ik zag de trombonesdienst niet vermeld in het plaatje. Ja. Ik ben daar wel bijna wekelijks aan de beurt. Ja. En zij hanteren dan de INR-waarde tussen de 2 en 3. Ja, nou, dat is heel goed. Ja, ja, oké, okay, maar we horen dat er in ziekenhuizen andere normen zou kunnen gelden. Ja. Maar hoe kan dat dan? Nou, kijk, wat het lastige inderdaad is dat veel artsen dus bij een eiwitgehalte van albumine onder de 20 inderdaad patiënten zullen waarschijnlijk bloedverdunners van de trombosedienst zullen geven en dan de INR-waarde van 2-3 zullen aanhouden. En bij een waarde tussen de 20 en de 30 is het in ons ziekenhuis zo dat we ook laagdrempeliger inderdaad Ascal, een aspirine, voorschrijven. Maar het lastige is, en dat heb ik misschien dan in dit plaatje direct wat duidelijker uitgebeeld, is dus dat afhankelijk van de bepaling die wordt gebruikt en het ziekenhuis wordt gebruikt, zijn er dus wel wat verschillen. Omdat die bepalingen eigenlijk nog beter op elkaar moeten worden afgestemd. Ik ben met MRC eens Ja. Ik heb daar wel eens vragen over. Ja. Hoe kan het nou dat het verschommelt? Hoe komt dat dan? Ja, moet je toch bij de trombonedienst zitten. Ja, maar die houdt dat heel ver buiten. Mm-hmm. Nou, dat is dan meer de INR-waarde die wordt gemeten. Hè? Dus dat zegt wat over hoe dun het bloed is. Ja, en dat is natuurlijk wat lastiger inderdaad. Want dat is inderdaad, dat is een stukje wat de nefroloog vaak laat doen door een stollingsarts. Maar voor de trombosedienst vaak inderdaad wel zo dat het lastig kan zijn gaandeweg als het nefrotisch syndroom verbetert of als er andere medicijnen worden gestart. Dat kan allemaal invloed op die stollingswaarde hebben. Ja. Dat houden ze wel in de gaten. Andere medicatie krijgen op een wijziging, dan weet ik dat door. Ja, dat is ook wel. Berekend in het nieuwe schema. Ja. Ja. Okay. Ja. Nou ja, wat eigenlijk, waarom ik dit vertel en waarom ik denk dat het belangrijk is, is dat ik denk dat er dus behoefte is om dit allemaal beter op elkaar af te stemmen. En ik moet zeggen dat een van de klinisch chemici in het Radboud zich daar ook wel hard voor maakt, omdat we echt denken dat die BCP-bepaling beter is voor patiënten met nefrotisch syndroom. Het hebben we hier eigenlijk dus zichtbaar gemaakt, want wij denken dat er dus overal misschien te weinig bloedverdunners worden voorgeschreven. En hier heb ik een plaatje gemaakt, wat simpeler van het onderzoek wat we hebben gedaan, waarbij we laten zien dat in ziekenhuis 1, die doet het eigenlijk misschien het beste van deze 5, daar is ruim 20% van de patiënten waarbij onterecht geen bloedverdunners worden voorgeschreven, omdat zij die BCG-bepaling gebruiken en die eigenlijk iets te hoog meet ten opzichte van de beste test. En je ziet dat in sommige ziekenhuizen zelfs wel bijna 60% is. Dus daar is een verbeterslag nodig. En dat is eigenlijk onderzoek inderdaad wat we proberen om daar in ieder geval awareness van te hebben. Dat ook artsen zich daar bewust van zijn. Is er ook iets bekend aan de oorzaak van dat het zo kan verschommelen? Ik heb echt al jaren dat het altijd stabiel is. Ja. En nu de afgelopen jaar is niet zoveel veranderd. Ik zit of onder de 2 of ik zit ruim boven de 3. Ja. En nooit mooi in dat gebied waar je in wil zitten. Ja. Nou, dat vind ik wel lastig inderdaad. Hè. We weten dat verschillende factoren een rol spelen. Dus wat hebben we, veranderingen in medicatie, maar soms ook veranderingen in voedingspatroon. Als je in één keer meer groente of fruit eet, dan krijg je ook weer meer vitamine K binnen. Moet je soms weer meer van de bloedverdunner gebruiken. Maar dat is niet iets wat ik echt heb onderzocht om te kijken of daar verschillende oorzaken aan ten grondslag liggen. Ja. Ja. Nee, in het ziekenhuis verwijzen ze dan naar de trombosedienst. Ja. En in de trombosedienst verwijzen ze dan de arts. Nou, ik denk inderdaad wel, als dat zo lastig soms is, dat het fijn is dat de nefroloog meedenkt of er iets kan zijn veranderd, hè, of dat samenhangt met voeding. Ja. Ja. Omdat het ook zo wel belangrijk is. Absoluut, ja. Verstomming krijgen waar je niet op zit te wachten. Nee, nou ja, en andersom, als die te vaak te hoog is, is ook gevaarlijk. Ja. 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 Zijn er meer mensen die nog een vraag... Het is een scan en een ZAID.
Het is geen NSAID, het is een beetje wel uit die hoek, maar het is niet een medicijn die zoals, want dat is natuurlijk wat je als nierpatiënt leert. Hè? Dat is bij de medicijnen. Ja, klopt inderdaad. Dat zou een beetje ongelukkige combinatie zijn. Dus we weten inderdaad, zeker voor de ziekte membraneuze nefropathie, dat NSAID's, en dan heb ik het eigenlijk met name over medicijnen die als pijnstillers worden gebruikt, als ibuprofen en diclofenac, ja, dat die in het verleden ook inderdaad tot nieraandoening juist hebben geleid. En andersom is het in combinatie met medicijnen die we geven voor de bloeddruk ook vaak een ongelukkige medicatie, zeker als je verminderde nierfunctie hebt. Maar Ascal werkt toch net wat anders en is in die zin niet zo schadelijk voor de nier. Dus die is echt beschermend dan tegen trombose. Ja. Even kijken. Ja, ik wilde, als jullie dat goed vinden, iets over membraneuze nefropathieziekte specifiek vertellen. En dan geef ik zo meteen ook weer het woord terug aan Rutger. Onderbreek me inderdaad vooral als jullie dingen hebben, want dat is wel handig. Rutger die had al gezegd hè, dat er voorheen eigenlijk altijd een nierbiop nodig was. Maar sinds 2012 weten we al en kunnen we antistoffen in het bloed meten. En bij ongeveer 70% van de patiënten met membraneuze nefropathie zijn dat zogenaamde anti-PLA2R antistoffen. Hele mond vol. En ik heb een moeilijk plaatje, maar even, dit is de originele publicatie. En die laat eigenlijk zien dat het een hele, specifiek noemen we dat, voor deze ziekte antistof is. Want dit zijn de gevallen waarbij er geen onderliggende oorzaak is op basis van het falend onderzoek. En dan zie je dat 70% van de mensen die antistoffen heeft. Bij de patiënten die bijvoorbeeld een NSAID hadden gebruikt of een infectie hadden, noem maar op, niemand. En bij patiënten met een andere ziekte of aandoening ook niet. En ook niet bij gezonde mensen. Dus dat maakt inderdaad dat we heel vaak het nierbiopt achterwege kunnen laten. Het is heel specifiek. En dat is eigenlijk met name sinds die nieuwe richtlijn, sinds 2-3 jaar zo, dat eigenlijk vaak alleen maar als er ja, ook een onverklaarde nierfunctie achteruitgang is, die we niet goed snappen, dat dat nog een additieve waarde kan hebben. Maar soms is op basis van een bloedtest kan worden gesteld. Nou, dan zitten er hier waarschijnlijk ook mensen en mensen thuis die hebben membraneuze nefropathie, maar niet die antistoffen. Dat is in die zin hè, iets lastiger, maar in rap tempo worden er heel veel nieuwe antistoffen beschreven. Ja, de betekenis daarvan is soms wat lastiger, want ik ga jullie zo meteen wat gegevens laten zien over hoe we dat ook in de loop van de ziekte kunnen gebruiken, die antistoffen. Maar er is wel veel onderzoek naar om te kijken van, nou, kunnen er betere testen worden gemaakt? Het geeft ons soms wel een bepaalde richting. En misschien is het ook wel van belang in het bewaken en het monitoren van de behandeling. In het Radboud ziekenhuis kunnen we in ieder geval nog een bloedtest naar een andere antistof inzetten. Die heet antithrombospondine. Hebben we ook een begin gemaakt met nog kleuren voor een ander antilichaam op het nierbiopt. Dus eigenlijk had ik dit al verteld. Hier staat al inderdaad, als je dus een goede nierfunctie hebt en zeker wanneer je geen afweeronderdrukkende therapie nodig hebt, dan hoef je niet altijd een biopsie te doen. Als je dat overweegt om wel te doen, dan moet je misschien inderdaad nadenken van, ja, heeft dat nog waarde als een soort van uitgangsmeting? Nou, dat doen we in de praktijk eigenlijk niet meer zoveel. Maar met name als we niet zo goed snappen, hè, bijvoorbeeld iemand die toch een hele snelle nierfunctie achteruitgang heeft, dat zien we bij membraneuze nefropathie gelukkig niet zo vaak. Ja, dan komt er toch nog wel eens iets anders uit de nierbiopt. En ja, soms heeft iemand ook bijvoorbeeld antistoffen die in het kader van een lupus passen. En we denken dat het wel heel belangrijk is om precies te weten wat er aan de hand is. Omdat dat ook een clue kan geven als afweeronderdrukkende therapie niet werkt of de keuze direct beïnvloedt. Ook hier even om aan te geven, dit is die nieuwe richtlijn. En eigenlijk is de belangrijkste boodschap, hè, niet iedereen is gelijk. En we proberen dus iets meer te kijken van, nou ja, en wat voor een risicocategorie val je nou precies? En dat varieert eigenlijk van patiënten die een goede nierfunctie hebben en relatief beperkt eiwitverlies. Nou, bij die patiënten gaan we echt kijken met conservatieve therapie. Behoor jij nu bij die groep waarbij door alleen afwachten, goede bloeddrukbehandeling, kan het dan zijn dat de ziekte spontaan herstelt? En dan ontwikkel je eigenlijk een soort van glijdende schaal, waarbij we eigenlijk weten, nou, patiënten die zich al presenteren met ofwel heel veel oedeem, wat we niet goed behandeld krijgen, of nierfunctie achteruitgang, ja, dan moeten we direct behandelen. En dan hebben we ook vaak wat zwaardere behandeling nodig. En dan heb je een tussencategorie waarin je kan afwachten, waarbij je bij deze groep wat eerder zal neigen om wel te behandelen met afweeronderdrukkende medicijnen. En zo ziet dan dat schema eruit, ook een beetje aan de hand van de kleuren. En dan zit je in de groene categorie, dan is dat gunstig.
zit je in die hoge categorie. Nou, dan gebruiken we eigenlijk nog vaak medicijnen die we eigenlijk de afgelopen 30, 40 jaar al hebben gebruikt. En dat zijn die prednisonbehandeling in combinatie met de cyclofosfamide of de endoxan. Nou, dat is een zware behandeling, maar vaak wel een hele effectieve behandeling. En ik laat jullie zo zien, dat hebben we voorheen 6 tot 12 maanden gegeven. Maar zeker met die antistoffen weten we dat we dat misschien ook wat meer op de persoon kunnen toepassen. En je ziet ook, er is een soort van tussencategorie ontstaan, waarbij we ook andere behandelingen gebruiken. En zeker bij de patiënten die een goede behouden nierfunctie hebben ook niet een al te hoog niveau van die antistoffen, daar kunnen we vaak ook uit met middelen als rituximab, nou, een calcineurine remmer, dat is ook wel tacrolimus, misschien onder die naam bij velen van jullie bekend. Die werken ook in die categorie. Bij die tacrolimus geven wij zelf eigenlijk geen prednison erbij, maar die rituximab zijn 2 infusen van 1 gram met 2 weken tussenpozen. En daarbij is dan het doel dat als we antistoffen kunnen meten, dat die antistoffen weg zijn na 6 maanden behandeling. En dan is dat soms al voldoende. Die tacrolimus, dat zijn tabletten gedurende 1 jaar een volle dosering, 2e jaar afbouwen. En voor sommige mensen is dat voldoende en die komen dan ook niet aan die zwaardere therapie toe. Wat eigenlijk een beetje mist in dit schema is dat dit dus een poging is, hè? Want eigenlijk zou je zeggen van ja, dit zijn allemaal medicijnen die doen wat op ons hele afweersysteem. We zijn natuurlijk op zoek naar iets wat specifiek op die PLA2R wat doet. En op dat specifieke stukje. Ja, dat is er helaas nog niet. Maar dit is in die zin al een beetje achterhaald. Omdat we weten dat het verloop van die antistof, als we dat meten tijdens de behandeling. Ja, dat misschien ook wel wat zegt. En dat we dat kunnen gebruiken. Ik zie de Imuran. Imuran, dat is in het verleden veel gebruikt. En misschien nog steeds. Dus dat is vooral inderdaad hè, van zeker mensen die met cyclofosfamide zijn behandeld in het verleden en die langere behandeling nodig hadden, die kunnen daar niet eindig mee behandeld worden, ook vanwege de bijwerkingen. En de middelen die we dan als alternatief vaak wel eens gebruiken zijn met name de Celceft of de mycophenolzuur, die staat hier ook niet in, en de azathioprine. Ja. Dus in combinatie dan met prednison. Met prednison en dan een lagere dosering waarschijnlijk. Ja, klopt. Ja, in het begin niet, hè. Maar nu later dan... Is dat langzaam dan afgebouwd? Ja. Even over hiërarchieën. Kan je dat dan dus interpreteren dat als je zeg maar prednison en endoxan hebt gehad en het werkt niet vanwege blaasvermoeding in ons geval dan, dat je dan ook nog wel weer een andere behandeling daar nog achteraan hebt? Dat niet, want als je het zo leest, dan denk je, oh, dat is de laatste behandeling en wat dan? Ja, nee, zeker niet. Dus er zijn inderdaad mogelijkheden om behandelingen zelfs ook soms te combineren. En een stukje terug te geven. En een stukje, dat de bijwerkingen daarvan minder. Ja, absoluut. En inderdaad ook wel de benadering van als iemand voor het eerst komt en nog niet bekend was bij een nefroloog, heeft hij vaak een veel ernstiger nefrotisch syndroom. Ja. En heeft hij soms een andere behandeling nodig dan dat je onder controle bent en dat er ineens weer wat eiwitten in de urine zitten. Dus als je er tijdig bij bent, kun je soms misschien dan ook bijvoorbeeld rituximab geven in plaats van die zware behandeling die je eerst hebt gehad. Ja. Dus ik moet zeggen, we hebben een soort van algoritme schema gemaakt voor de behandeling. En in die zin is het, als je dat wil doen, dat is nog wel complex als je met alle individuele factoren goed rekening probeert te houden. Houden jullie ook rekening met leeftijd bij de keuze van de behandeling? Dat speelt zeker wel mee. En leeftijd is ook kwetsbaarheid natuurlijk, want er zijn ook mensen van 80 die heel vitaal inderdaad zijn, maar dat speelt wel mee. Dus issues als vruchtbaarheid spelen natuurlijk een rol. Dat maakt inderdaad dat soms een optie als cyclofosfamide, dat wil je in ieder geval niet langdurig geven, minder aantrekkelijk is. Maar op hogere leeftijd kan het soms ook aantrekkelijker zijn om een andere keuze voor de behandeling te maken. Ja. Wordt er bij ons ook rekening gehouden met verschillen tussen mannen en vrouwen? Ik denk dat dat nog wel meer zou mogen, hè? Er zijn wel wat onderzoeken om te kijken van wat zijn nou de verschillen in het presentatie en de karakteristieken. Wat ik voor membraneuzen weet is dat de ziekte komt meer bij mannen voor. Dus 60-70% is man. Vrouwen hebben soms ook relatief een mildere ziekte. Maar goed, dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Er zijn niet heel veel hele goede grote studies ook om te kijken of bijvoorbeeld de effecten van behandeling anders zijn. En daar is ook wel lastig dat het natuurlijk een relatief zeldzaam ziektebeeld is. Dus wat daar misschien een kans in is, is dat er meer Europese registraties komen. En dat juist het samenvoegen van data zou kunnen helpen om die vragen beter te behandelen. Ja.
kan de erfelijkheid een rol spelen voor dat de nefrotische. Ja. De kans dat nefrotische nefropathie verhoogd wordt. Ja, nee, dat is een goede vraag. En dat ligt inderdaad voor het geval van de membraneuze en de FSGS misschien net weer een klein beetje anders. Bij de membraneuze nefropathie denken we dus inderdaad dat het voornamelijk een auto-immuunziekte is. En bij heel veel van, dat zijn eigenlijk aandoeningen waarbij je afweersysteem dus onterecht actief is tegen de nier. En we weten dat er vaak wel een soort van aanleg is, maar het is geen overerfbare ziekte. Dus we zien eigenlijk vrijwel nooit bij de ziekte membraneuze nefropathie dat het in families voorkomt. Nou, er zijn soms erfelijke aandoeningen van de ziekte waar mijn collega Rutger wat over gaat vertellen. En daar ligt dat dan weer net anders. Ja. Wat ik wil laten zien inderdaad is dat eigenlijk die antistoffen dus ook wat zeggen. En dat die eigenlijk heel beperkt zijn meegenomen in de laatste richtlijn die de nefrologen gebruiken. Dit is een beetje moeilijk iets. Dit is in de medische wereld noemen ze dit een survival of een overlevingscurve. En wat eigenlijk wordt gedaan door deze groep van onderzoekers, die hebben gekeken naar het middel rituximab en die zijn gaan kijken naar een gunstig eindpunt. En dat wil zeggen dat die patiënten een remissie, dus dat de ziekte tot rust komt met de behandeling. En ze zijn gaan kijken naar, afhankelijk van hoe hoog die antistoffen dan zijn voordat ze starten met behandeling, hoe groot is die kans dan? En wat je eigenlijk ziet is als die antistoffen relatief laag zijn. Nou, die antistof kan worden gemeten en de fabrikant zegt van 0 tot 14 is afwezig en daarboven is aanwezig. Laten we zeggen dat wanneer die antistoffen 50 of lager zijn, dan is de kans eigenlijk heel goed dat de rituximab werkt, ongeveer 75%. Maar je ziet dat gaandeweg dan de concentratie toeneemt. Nou, in onze praktijk zeker als die antistoffen hoog zijn, boven de 100, dan zijn soms 2 rituximab-infusen niet voldoende. Dus dat betekent dat je in ieder geval voordat je start met de therapie misschien al iets meer kan zeggen van nou, hoe groot is ongeveer de kans dat het werkt. We weten andersom ook, dit is van een collega van ons die daarnaar heeft gekeken. Die heeft gekeken naar patiënten die voornamelijk zijn behandeld met endoxan prednison. En die nadien zijn gestopt met de behandeling, hoe groot is de kans dat het daarna goed blijft gaan? En in de tijd dat deze patiënten zijn behandeld, konden we deze antistoffen nog niet meten. Maar zij heeft eigenlijk in opgeslagen materiaal teruggekregen. En wat ze laat zien is dat op het moment dat de antistoffen er niet meer zijn na behandeling, dat waren in het geval 24 patiënten, dan zie je dat als je die 5 jaar vervolgt, dat in ieder geval de ziekte komt relatief vaak terug. Maar ongeveer bij 50-60% komt de ziekte niet meer terug. Terwijl van de 9 patiënten die nog antistoffen hadden aan het einde van de behandeling, zie je dat de ziekte heel vaak terugkomt. Dus daarmee denken we eigenlijk dat het vervolgen van die antistoffen heel belangrijk is om iets te zeggen over hoe groot is nou de kans dat de ziekte terugkeert. En een deel van het onderzoek wat ik heb gedaan, ook in het kader van mijn promotie en waar we nog steeds mee bezig zijn, is eigenlijk van kunnen we dan het meten van die antistoffen in bloed, kunnen we dat dan gebruiken om de duur van de behandeling te bepalen. Dan heb ik hier even een plaatje staan. Wat we in het Radboud ziekenhuis hebben gedaan vanaf 2014, is dat we 65 patiënten eigenlijk met zo'n hoog risico hebben behandeld met de cyclofosfamide en prednison. En wat we hebben gedaan is, voorheen gaven dat eigenlijk altijd standaard gedurende 6 maanden. Maar bij deze patiënten zijn we eigenlijk elke 8 weken gaan meten van, zijn die antistoffen nog in het bloed aanwezig? Dus elke 8 weken hadden we een evaluatiemoment. En op het moment inderdaad dat dan die antistoffen weg waren, dan konden we die cyclofosfamide stoppen en de prednison afbouwen. En als dat dan na 8 weken nog aanwezig was, die antistoffen, dan gingen we door. Dus dan hadden patiënten sowieso 16 weken behandeling, werd er nog een keer gemeten. Nou, weer indien afwezig stoppen en de prednison afbouwen. En in het uiterste geval, als ze dan na 6 maanden nog aanwezig waren, dan werd eventueel, als er nog veel eiwitverlies was, werd er met een andere behandeling overgepakt, omdat we de endoxan niet langer wilden geven. En we hebben eigenlijk geprobeerd te kijken van, nou, is zo'n behandeling nou net zo veilig en effectief? En leidt dat dan tot verkorting van de behandeling voor patiënten? Oh, ik had hem even kunnen invliegen. Nou, je ziet al dat eigenlijk 70% van de patiënten, 46 van de 65, die hadden na 8 weken geen antistoffen. Dus die konden eerder stoppen met de behandeling. Nog 10 na 16 weken. En uiteindelijk inderdaad was er na 24 weken nog 1 patiënt extra die geen antistoffen meer had. En er waren uiteindelijk dus toch 8 patiënten die wat langer behandeld moesten worden.
Nou, dit waren een beetje de conclusies van die studie. Er waren uiteindelijk dus 27 van de 65 patiënten die gedurende 8 weken zijn behandeld in de totale studie. Dus er zijn natuurlijk een aantal patiënten die kort zijn behandeld, maar die toch binnen 3 tot 5 jaar de ziekte terug hebben gekregen. Nou, we hebben gedacht van, nou, dat is wel een winst voor die patiënten, want die hebben in plaats van de standaard 6 maanden behandeling, zoals we altijd deden, hebben die korter gehad. En we zien eigenlijk dat een kortere behandeling vaak ook wat minder bijwerkingen heeft. Misschien dat sommigen van jullie dat herkennen, maar zeker als je prednison lang moet slikken, dan zie je dat die bijwerkingen ook echt wel erger worden naarmate de duur van dat je het gebruikt. En uiteindelijk zien we ook dat 94% van de patiënten goed was hersteld na die 3 tot 5 jaar. Dus we denken dat dat in ieder geval veilig en effectief is. Dat we dat misschien voor meerdere behandelingen zouden moeten onderzoeken. En in de toekomst hopelijk ook voor patiënten die een andere antistof hebben. We zagen helaas ook dat bij die patiënten die in 8 weken werden behandeld, dat bij 25% van de patiënten de ziekte heel snel weer terugkwam. En dat ze vaak weer een nieuwe behandeling moesten krijgen. Dus dit is ook niet het totale plaatje en dit is verre van perfect. Dus we zijn eigenlijk aan het zoeken van, ja, hebben we dan betere voorspellers? En in dit onderzoek hebben we vooral gekeken naar, nou, zijn de antistoffen meetbaar, ja of nee? Misschien kennen een deel van jullie dat wel. Dat is een immunofluorescentietest. Dat is een test die alleen maar zegt, ze zijn er wel of ze zijn er niet. Maar we kunnen tegenwoordig ook met een zogenaamde ELISA-test, kunnen we hoogte van die antistoffen meten. Dus onderdeel van het vervolgonderzoek is van, nou ja, heeft dan het meten van die hoogte van die antistoffen, zegt dat dan wat? En daar wil ik heel kort nog wat over zeggen. En dan kunnen we misschien kijken of jullie er vragen over hebben. Maar wat we dus hebben bekeken, eigenlijk ook analoog aan wat ze bij die rituximab hebben laten zien, is van, kunnen we nou eigenlijk al, voordat we starten met de behandeling, kunnen we dan al iets zeggen over wie het nou goed doet? En wat dan wel heel interessant is, we hebben eigenlijk 3 categorieën. Groep A zijn de patiënten die 8 weken zijn kunnen worden behandeld omdat die antistoffen weg waren. En B zijn de patiënten die 16 weken of langer zijn behandeld. En dan is die groep A1, dat zijn de patiënten die eigenlijk na 3 tot 5 jaar echt nog genoeg hadden aan die 8 weken. En wat je dan heel interessant ziet, is dat het zijn er niet veel, maar het is een deel van de patiënten die een titel onder de 80 had. En die komen niet terug in die andere categorieën, misschien deze een klein beetje. Maar we denken dus als je een relatief laag niveau van antistoffen hebt, dat de kans groot is dat je aan 8 weken voldoende hebt. En dat we dus dat misschien ook al bij start van de behandeling kunnen vertellen. Dus dat is in ieder geval belangrijke informatie. We hebben nog gekeken van, kun je dan nog wat meer vertellen over die groep die dan wat meer antistoffen hebben? Zegt dan bijvoorbeeld snelheid van daling wat? Nou, we zien in ieder geval met deze behandeling dat heel veel patiënten toch een hele forse daling hadden van die antistoffen. En we hebben nog gekeken van, zegt dan de daling van de hoeveelheid antistoffen absoluut of percentueel, zegt dat nog wat? Maar dat zegt weinig, omdat veel patiënten veel daling hebben, maar we denken dat je echt op 0 moet uitkomen. Daar zijn we nog een beetje aan het kijken van, kunnen we dat verbeteren? En we hadden 4 patiënten, die hadden na 8 weken nog meer dan 20 eenheden van die antistoffen. En daarvan zagen we dat die eigenlijk na 6 maanden nog behandeling nodig hadden. Dus nou ja, dat is een signaal misschien, het is een kleine groep, dat het meten van die antistoffen tijdens de behandeling belangrijk kan zijn. Dus doel van toekomstig onderzoek is eigenlijk van, ja, kunnen we ook voor andere behandelingen met minder bijwerkingen dit soort onderzoek doen? Kunnen we bijvoorbeeld ook al na 2 weken meten en kijken van, nou, als je na 2 weken zoveel procent daling hebt, dan gaat het goed. Want anders kun je misschien overpakken naar een andere behandeling. Ja, en dat is eigenlijk de manier waarop we hopen dat we weer wat verder kunnen komen. En idealiter hopelijk ook inderdaad voor patiënten die andere antistoffen hebben. Vraag het maar even aan de mensen in de zaal, want die zie ik, want het is best wel een complex verhaal. Maar ik hoop dat ik het een beetje duidelijk kan uitleggen. Ja. Mag ik die rituximappen, op een gegeven moment kan dit uitgewerkt zijn, wordt het dan weer herhaald of gaat het gelijk over op een andere behandeling? Ja, dat is een goede vraag, hè? Want er zijn ook auto-immuunziekten waarbij je rituximab bijvoorbeeld als een soort van onderhoudskuur geeft gedurende 2 jaar en dan krijg je het elke 6 maanden. Nou, we denken dat dat voor deze ziekte niet aangewezen is, omdat de ziekte soms ook weg kan blijven. En dan is het natuurlijk ook een risico, dat hebben we gezien met de coronapandemie, om continu afweeronderdrukkende medicatie te gebruiken. Die rituximab-infusen die werken vaak 6 tot 12 maanden. En nadien pakt het eigen afweersysteem dat weer over en zul je moeten zien of dat goed gaat. Gelukkig is het zo dat je het vaak meerdere keren kan herhalen.
Maar wat we wel weten is dat bij deze nierziekte, misschien vaker dan bij andere nierziektes, soms kan het zo zijn dat je eigen lichaam weer antistoffen tegen dat medicijn maakt. En dan kun je een allergische reactie krijgen of het medicijn kan minder werken. Nou, dat kan, als je dat wat langer gebruikt, tot 20% van de mensen met deze ziekte zijn. En dan zijn er nog wel weer alternatieven. Maar dat moet dan vaak in overleg met een academisch ziekenhuis worden bekeken. Maar je kunt het herhalen, zeker. Ja, dit gaat nou specifiek in voor het membraan ziektedeel, omdat er een specifieke antistof is. Ja. Maar kan je dit onderzoek ook extrapoleren naar bijvoorbeeld het nefrotisch syndroom minimal change? Ja, maar misschien kan Rutger daar zo nog wel even op ingaan, maar dat is dus wat lastiger, omdat... Ja, niet zo tussentijds vervolgen. Nou ja, en met name ook omdat we het niet goed weten. Hè. We denken dat daar ook vaak een auto-immuunproces aan ten grondslag ligt, maar omdat nog niet goed is gemeten welke antistof het is, sta je in die zin achter. Maar... Ik denk dat jij misschien daar straks ook nog wel over ingaat en misschien ook iets over de rituximab kan vertellen. Ja. Want ik had een paar conclusies van wat ik had verteld. Dat is misschien goed om jullie te zien en dan geef ik het woord aan mijn collega. Dus de boodschappen die we hebben overgebracht zijn, niet altijd is een nierbiop meer nodig. Dus dat is heel mooi. We denken dat dus er wel toekomst zit om die antistoffen te gebruiken in de therapie. Ja, wij hebben dat dan alleen maar nog voor die cyclofosfamide bekeken. En we denken dus dat ook in dat hele risicoschema wat ik liet zien van de richtlijn, dat de hoogte van de antistoftitel, dat ook wel een rol zou kunnen spelen in het gesprek met de patiënt van wat is nou de beste behandeling. Nou, onderzocht moet worden of dat ook werkt voor andere behandelingen, misschien soms met minder bijwerkingen. En wat ik al zei, iets wat we dus heel graag willen doen en waar we ook al wel mee bezig zijn, is dat we gaan kijken van, kun je in een vroege fase al wat bijsturen en kijken van, doet het nou iets? En dat is natuurlijk, ja... beter als dat zou lukken. Dus ik denk dat dit inderdaad voor nu is wat er is. En er zullen ongetwijfeld vragen zijn. Mag nog nu, maar kan vanmiddag ook nog hoor. Ja. Als u denkt van... complicaties die je kunt krijgen bij een membraneuze nefropathie niet op deze behandeling. Dat is gewoon misschien beter. Ja, dat is helemaal prima. Ja. Nou, ik geef het woord terug aan Rutger. Ja, dankjewel. Even kijken hoe ver we zijn in de tijd. Want het dieet gaat ook nog voor 12 uur. Moeten we dat besproken hebben? Of komt dat daarna nog? Ja, we zullen het vanzelf merken of het past. Ja, ja. Nou ja, we zullen kijken hoe ver we komen inderdaad. Ik zal verder gaan met het stukje over minimal change disease en focale segmentale glomerulosclerose. En omdat die tweede zo'n lange naam is, noemen we dat FSGS. En samen noemen we dat dan het idiopathisch nefrotisch syndroom. En idiopathisch wil zeggen, ze weten niet wat de oorzaak is. FSGS en minimal change zijn ziektebeelden die we dus vaststellen bij patiënten met een nefrotisch syndroom. En om die vast te stellen hebben we de nierbiopsie nodig, omdat we niet iets in het bloed kunnen meten waarmee we kunnen zeggen, dit is die ziekte. Die biopsie die laat dus afwijkingen zien aan de filters, of eigenlijk soms juist vrijwel geen afwijkingen. Als iemand een nefrotisch syndroom heeft en vervolgens zien we heel weinig afwijkingen op de lichtmicroscopie in het nierbiot, en dit is een nierfiltertje onder het nierbiot, dan noemen we het dus minimal change disease. En minimal change wil eigenlijk ook niks anders zeggen dan er zijn weinig veranderingen in de nierfiltertjes. FSGS wil eigenlijk ook zeggen dat er afwijkingen zijn aan de filters in het nierbiot. Want FSGS is ook een benaming voor eigenlijk schade die je kunt zien aan de filtertjes. En focale segmentale glomerulosclerose wil zeggen focaal. Het zit in sommige glomeruli filtertjes, maar niet in alle glomeruli. En segmentaal wil zeggen, er zit een afwijking in een stuk van de filters, maar niet in de volledige filter. En daarom heet het FSGS. Maar je ziet dus wel duidelijk, bij de gewone microscopie zie je afwijkingen bij die FSGS. En er zijn door pathologen allerlei klassificaties bedacht om die vormen van FSGS dan nog weer verder te beschrijven. Alleen weten we niet helemaal zeker wat daarvan de consequentie moet zijn voor de behandeling. Als we dus nog verder inzoomen
op die nierfiltertjes, dan heb je elektronenmicroscopie. Dan zie je ook bij de minimal change patiënten wel degelijk dat er afwijkingen zijn aan de filtertjes. En ik zal het hier even aanwijzen. Dit is dus de laag van de cellen en aan deze kant zie je de endotheelcellen en aan deze kant zie je de podocytcellen. En die staan normaal gesproken recht overeind, hè, die uitlopers, als je dat op een bepaalde manier doorsnijdt. En daartussen, daar zit dus een membraan. In een normale situatie ziet het er dus zo uit. En bij patiënten met FSGS of minimal change, daar zie je eigenlijk vooral dat die podocyten afwijkend zijn, want al die uitstulpingjes die je in een normale situatie ziet, die zijn weg. He, dus het is als het ware platgeslagen. En je kunt je wel voorstellen dat als zo'n belangrijke cel in het geheel niet goed functioneert, ja, dan heeft dat consequentie voor de stabiliteit van zo'n filtertje. En dan kunnen er eiwitten gaan lekken. En omdat dus die podocyten zijn aangetast bij minimal change in FSGS, noemen we die ziektes ook wel een podocytopathie. Dus de podocytcel is aangetast, die is ziek. Nou, hoe ontstaat dan eigenlijk FSGS? FSGS is eigenlijk niets anders dan het verlies van podocyten en de reactie van die nierfilters daarop. En dat is ook vastgesteld in onderzoek bij ratten, waar een model is ontwikkeld waarbij je heel specifiek een bepaald percentage van de podocyten kunt uitschakelen. Die rat die is dan zo eigenlijk gebouwd dat je met een bepaald toxine wat je kunt toedienen, kunt doseren met zo'n toxine, hoeveel van die podocyten je uitschakelt. En wat je dan ziet is in de normale situatie en naarmate je een relatief klein deel van je podocyten uitschakelt tot 25%, dat zo'n filter dat eigenlijk nog wel kan compenseren. En je ziet hier weer het filtertje. En al het bruine, dat is eigenlijk podocyt. En alles wat verdwijnt van het bruine en het, zeg maar, meer het rozige, ja, dat is eigenlijk littekenweefsel. He, dus naarmate je meer dan 30% van je podocyten verliest, kan zo'n filter dat niet meer compenseren. En dan zie je dus dat die lesies ontstaan, dat die littekentjes ontstaan. Met andere woorden, dan ontstaat er FSGS. En als je natuurlijk nog meer podocyten gaat uitschakelen, ja, dan valt die hele filter in elkaar en dan doet die niks meer. Dan kan die niks meer filteren. En dit is eigenlijk een ziekteproces wat bij alle nierfilteraandoeningen zich voltrekt. He, dus die FSGS, dat is op zich een op zichzelf staande ziekte bij mensen met een nefrotisch syndroom die niet iets anders hebben. Maar die FSGS-lesies die kunnen we tegelijkertijd zien bij alle andere patiënten die een nierfilterziekte hebben. Dus ook bij patiënten met membraneuze nefropathie worden die podocyten aangetast en kunnen we uiteindelijk die FSGS-lesies zien. Toch noemen we het dan niet de FSGS, omdat we weten dat er een andere ziekte achter zit. Maar dat leidt natuurlijk soms tot verwarring, kunt u zich voorstellen. En dat kan ook leiden tot verkeerd begrip van een bepaalde diagnose. Daarom is het belangrijk om ons te realiseren dat FSGS eigenlijk niet iets anders is dan het verlies van die podocytcellen. En daarmee kom ik dus op het verhaal van de overlap tussen minimal change disease en FSGS. Want we zeggen het zijn allebei podocytopathieën. Hè? De podocyten zijn aangetast en we zien eigenlijk niet duidelijk andere afwijkingen, zoals bij membraneuze nefropathie. En bovendien weten we van beide ziekten dat ze zich, ja, op een vergelijkbare manier kunnen gedragen. Waarbij bij die minimal change disease, ja, dan zien we dus nog niet die ernstige schade. En bij de FSGS zien we dus wel al de littekentjes. En daarom is er eigenlijk de gedachte ontstaan dat die ziekten met elkaar verband houden, waarbij de minimal change disease aan de meer gunstige kant van het spectrum zit en de FSGS aan de ongunstigere kant, omdat die patiënten al meer podocyten kwijt zijn. En dan kun je je voorstellen dat het ook moeilijker is om te kunnen genezen als je al meer kwijt bent. Nou, in die overlap, daar zit dus in dat die patiëntengroepen, categorieën, die hebben eigenlijk allebei een nefrotisch syndroom. Ze worden eigenlijk ook allebei behandeld met prednison, zij het dat de respons verschillend is op die prednison. En we zien soms bij patiënten die zich oorspronkelijk ooit hebben gepresenteerd met een minimal change disease, dat die ziekte, als die telkens terugkeert, zich toch anders gaat gedragen en moeilijker op de behandeling reageert. En als je dat vaak genoeg terugkrijgt, dan zie je soms ook bij een herhaald nierbiop dat je dan wel FSGS-lesies ziet. Nou, en verder is dus in het denken over de ziekte het zo dat dat het niet uitgesloten is dat dezelfde factoren bij die beelden een rol kunnen spelen. Hè? En we noemen dat dan plasmafactoren.
omdat we wel hele sterke aanwijzingen hebben dat er iets in het bloed zit bij patiënten met deze ziekte die die ziekte veroorzaakt. Bij membraneuze nefropathie is het nu duidelijk dat er bepaalde antistoffen zijn. Bij minimal change FSGS weten we het gewoon nog niet. Maar we denken dat het immuunsysteem wel een belangrijke rol speelt. En als je dan al een andere immuunziekte hebt, zoals Wechter bijvoorbeeld, rheumatoïdartritis, ja. Is dat dan een slechte predictor? Dat weten we niet. Maar we weten wel dat er associaties zijn met andere auto-immuunziektes. We kennen eigenlijk wel veel patiënten met minimal change of FSGS, die hebben ook wel iets anders. Je ziet vaker dan gemiddeld zie je dat die bijvoorbeeld ook een inflammatoire darmziekte hebben, die mensen. Of dat ze erg allergisch zijn aangelegd, dat ze astma hebben of veel eczeem. Dus ja, in die auto-immuunhoek zit dat. Maar hoe die relatie precies ligt, weten we niet. En of dat de prognose beïnvloedt, voor zover we weten, lijkt dat er niet op. Dit gaat over die plasmafactoren. Nou, dat is ook een wat ingewikkeld plaatje, maar we gaan ervan uit dus dat er een bron is in het bloed, bloedcellen, witte bloedcellen dan vermoedelijk, die zo'n plasmafactor uitscheiden. En die komt dan uiteindelijk, omdat die in het bloed zit, ook bij de nier terecht. Dan komt die bij de nierfilter en direct of indirect tast zo'n plasmafactor de podocyten aan. En omdat die podocyten dan niet meer goed functioneren, krijg je lekkage van albumine naar de urine. Dat is een simpel concept, maar toch blijkt het heel moeilijk te zijn om die plasmafactor te vinden, want er wordt al heel lang onderzoek naar gedaan en hij is nog steeds niet gevonden. Nou, wat zijn de aanwijzingen voor een rol van het immuunsysteem? Nou, we weten dus dat de ziekte zich vaak aandient of terugkeert kort na een infectie of na een vaccinatie. Dat hebben we juist in de coronaperiode ook al vaak gezien, ook bij membraneuze nefropathie trouwens. Daarnaast zien we dat die minimal change of FSGS vaker kan voorkomen bij patiënten die ook eigenlijk een kwaadaardige bloedziekte hebben, dus een leukemie of een ziekte van Hodgkin. De meeste patiënten die minimal change FSGS hebben, hebben dat niet. Maar omgekeerd is het relatief vaak dat je dat ook in associatie met zo'n ziekte ziet. En dat is dus een andere clue, hè, dat die bloedcellen daar een rol bij spelen. En dan het derde is natuurlijk dat afweeronderdrukkende therapie helpt. Dus blijkbaar helpt het om het afweersysteem, ja, niet specifiek, maar wel in het algemeen te onderdrukken. En daarmee kan zo'n ziekte dan genezen uiteindelijk. En prednison is op dit moment nog steeds de hoeksteen van de behandeling. Maar er zijn ook allerlei andere afweeronderdrukkende therapieën die werken. Ja, doel van de behandeling, in grote lijnen kun je dat eigenlijk voor elke ziekte zo zeggen. Het doel is natuurlijk genezing. En verlichting van klachten en voorkomen dat de ziekte terugkeert en het voorkomen en behandelen natuurlijk van complicaties. En dan niet alleen de complicaties van de ziekte, maar ook van die behandeling. En omdat het een chronische ziekte is die terugkeert, is het elke keer wikken en wegen. Hoe intensief moet ik die ziekte behandelen versus hoeveel schade kun je daarmee doen met zo'n behandeling. En zeker als je niet precies kunt zeggen waar je op richt, hè, want bij membraneuze nefropathie kun je soms zeggen, ik richt me op de hoogte van die antistoffen. Maar bij minimal change FSGS, ja, we hebben op dit moment nog steeds niet echt een betere methode dan het meten van het eiwit in de urine en het meten van het albumine in het bloed. Ja. De behandeling van minimal change in FSGS. Zoals gezegd, we beginnen volgens de richtlijnen met prednison. En ik heb bij een heleboel patiënten in onze regio in het verleden gekeken van hoe gaat dat dan, zo'n behandeling. En in deze curve kun je zien dat je bij sommige patiënten heel snel een complete remissie hebt. Dus dat wil zeggen, het eiwit is compleet weg in de urine. Maar bij een heleboel patiënten moet je ook veel langer behandelen, tot wel 20 weken. En dan zit je dus op rond de 70% complete remissie. En veel patiënten hebben pas nog later eigenlijk pas die complete remissie. Dus dat wil zeggen, je moet die behandeling behoorlijk lang volhouden. En je kunt je voorstellen, dat heb je mogelijk zelf of bij je naaste ervaren ook, dat zo'n behandeling zijn tol eist, hè, als je lang prednison moet slikken. Want je krijgt al die vervelende bijwerkingen na verloop van tijd. Daarom is er ook steeds meer aandacht voor, ja, kan het dan ook anders? Kun je andere medicijnen geven? En er is inmiddels veel onderzoek gedaan met andere geneesmiddelen, en dan met name tacrolimus en cyclosporine,
Dat zijn ook afweeronderdrukkende medicijnen en die kunnen ook zeker vervelende bijwerkingen geven. Maar het is wel gebleken dat je ook met die medicijnen de ziekte tot rust kunt krijgen. Nou, dan kom je bij wanneer moet je dan voor het een kiezen en wanneer voor het ander. Nou, als je met 2 weken prednison ervan af bent, dan denken we dat je nog steeds goed af bent met die prednisonbehandeling. Maar naarmate je langer tijd nodig hebt om er vanaf te komen, ja, gaat dat zijn tol eisen en is het soms beter om voor iets anders te kiezen. En daarom kiezen we tegenwoordig bij mensen die, waarvan we vooraf weten, die kunnen wel eens heel veel last gaan krijgen van de prednisonbehandeling, kiezen we soms voor iets anders als het daardoor voor gelegenheid is. Hè. Dan schakel je eerder over op zo'n geneesmiddel als tacrolimus. Nou, deze figuren laten dan eigenlijk zien dat als je patiënten behandelt met die tacrolimus, dat is hier die stippenlijn, dat het wel iets langer duurt voordat patiënten die remissie bereiken, maar uiteindelijk op de lange termijn komen die lijnen ten opzichte van de prednisonbehandeling nog steeds bij elkaar. Dus werkt het eigenlijk net zo goed. En daarom is dus gebleken dat je die medicijnen dus ook kunt geven. Belangrijke kanttekening hierbij is dat die tacrolimus een heel goed middel dus kan zijn om dat eiwitverlies te onderdrukken. Maar het andere kant van de medaille is dat zo'n middel bij een deel van de patiënten ook nierschade kan geven. En dat is nu net wel wat je wil voorkomen. Dus daar moeten we heel goed op letten. We meten bloedspiegels van die medicijnen en we houden de nierfunctie bij patiënten die dat krijgen extra goed in de gaten. En dus dat betekent dat als je binnenkomt met een verminderde nierfunctie, dat zo'n middel, ja, dan komt dat niet in aanmerking. En zo wordt er steeds meer gekeken naar, zijn er andere mogelijkheden dan prednison? En dit is één voorbeeld. Maar er zijn inmiddels ook wel wat studies, zij het beperkt, bij rituximab gewoon in het begin al wordt gegeven. En dat kan ook werken, zij het niet bij iedereen. Nadeel daarvan is dat je zo'n rituximab, die werkt heel lang. En je hebt daarmee dus behoorlijk lang bepaalde cellen uitgeschakeld. En ja, de vraag is, ja, als je dat ook met 2 tot 4 weken prednison had kunnen bereiken, ja, waar ben je dan beter mee af? En dat is op dit moment de weging die we moeten maken bij patiënten. Dus daarom gebruiken we op dit moment ook nog veel prednison, omdat dat is waar we de meeste ervaring mee hebben. In de tweede plaats ook omdat een belangrijk deel van de patiënten wel vrij snel reageert op die prednison. En als derde, die prednisongevoeligheid die leert ons ook iets over wat je voor de toekomst kunt verwachten. Want als je snel goed reageert op prednison, betekent dat, mocht het terugkeren, dat veel andere geneesmiddelen ook dan in aanmerking komen. En gaat het niet goed, ja, dan kom je uiteindelijk nog steeds vaak op andere medicijnen uit. Ik heb een vraag binnen. Ja. Als je een reductiemapcure hebt gehad, en je begint binnen een half jaar met een kuur van 8 weken cyclofosfamide, zeg maar zo, bij MN, is die dan extra belastend? En wanneer word je met name voor gekozen? Ja. Ja, die behandelschema's, dat kan ingewikkeld zijn. Hè? En dit gaat specifiek over MN, dus dat kan Anne-Els het beste vertellen, denk ik, zo meteen. Of nu? Even kijken. Als je een reductiebalkuur hebt gehad, en je begint binnen een half jaar met een kuur van 8 weken cyclofosfamide, is dit dan extra belastend? En wanneer moet je met name voor gekozen? Ja, de vraag zal wel inderdaad voor iedereen duidelijk zijn, maar dat is lastig om aan te geven, want het is heel erg, daarvan moet je eigenlijk misschien het verhaal van de patiënt kennen, waarom dat zo is gegaan. Ik denk inderdaad, hè, over het algemeen, als je 6 maanden na de rituximab zit, dan is je immuunsysteem misschien nog iets minder dan dat wanneer je daar bij gelijk mee was begonnen. Maar aan de andere kant, misschien zou het gunstiger zijn dat rituximab al wel iets heeft gedaan, de antistoffen minder maakt. En dat kan misschien maken dat je daardoor daarna minder cyclofosfamide en prednison nodig hebt. Dus we hebben inderdaad ook wel vaker dat we de combinatie juist geven van die middelen. Met het idee dat dan primair rituximab erbij geven maakt dat je minder lang van de cyclofosfamide en prednison nodig hebt. Waardoor je ook de bijwerkingen van die middelen kan beperken. Dus ja, ik hoop dat het een klein beetje antwoord is op de vraag. Ja. En daarnaast is het in het algemeen ook zo, en dat zie je ook wel bij de patiënten met FSGS, die heel moeilijk reageren op de behandeling. Ja, naarmate je een hardnekkiger ziekte hebt, moeten wij er harder op schieten om die ziekte tot rust te krijgen. En moeten we ook meer medicijnen en langer geven.
En dan krijg je eigenlijk vaak dat beide zijn tol gaan eisen. Hè? Want die ziekte die gaat langzaam weg of moeizaam of niet. En tegelijkertijd ja, heb je al die medicijnen die je ook hebt gegeven, waar je bijwerkingen van kunt krijgen. U wilde iets vragen? Ja, die FSCS, is dat zo dat je daar de meeste kans loopt van nierfunctievermindering? Uiteindelijk, ja, het algemene antwoord daarop is ja. FSGS is, omdat je dus meer van die podocytcellen kwijt bent, een gevorderde vorm. Maar er zijn heel veel nefrotische syndromen die we in de categorie FSGS scharen. En er zijn ook wat mildere ziektebeelden die juist makkelijker op prednison reageren, die ook in de categorie FSGS horen. Maar zeker als je het hebt over het spectrum, dan zit je bij FSGS, zeker met veel littekentjes op de nierfilters, zit je aan de kant waar het vaak moeilijker is. Ja. Na die prednisonbehandeling is het vaak niet klaar, want die prednison die heeft op een gegeven moment zijn werk gedaan en bij minimal change disease zie je eigenlijk bijna altijd dat de ziekte volledig weggaat, complete remissie. Dus dan zijn we blij als we dat bereikt hebben. Maar dan moet je vervolgens gaan kijken hoe gaat het als je die prednison gaat afbouwen. En dat doen we niet te snel, want we weten dan als je dat te snel doet, dan komt het heel snel terug. Maar ook als je dat langzaam doet, kan de ziekte terugkomen. De meeste patiënten met minimal change krijgen één of meer van die opvlammingen, relapses, recidieven, allerlei benamingen voor hetzelfde. Hè. De ziekte komt terug, het eiwit komt terug, patiënten krijgen weer klachten. En bij ongeveer een derde van de patiënten met minimal change disease zie je dat de ziekte zelfs heel vaak terugkomt, of dat je eigenlijk niet eens van de prednison afkomt. Omdat als je onder de 10 gram, 20 soms zelfs komt, dan begint het alweer terug te komen. Nou, dan moet je natuurlijk naar iets anders zoeken, want je kunt niet altijd nog maar doorgaan met die hele hoge dosis prednison. Dat geeft te veel klachten. En dan zoeken we dus naar andere medicijnen en al die namen die zijn voorbijgekomen. En we hebben daar in grote lijnen een algoritme inderdaad voor. Maar tegelijkertijd bespreken we ook met de patiënten natuurlijk heel nadrukkelijk wat zijn uw wensen. Want we kennen de bijwerkingen van de medicijnen goed en afhankelijk van de specifieke situatie. Bij een patiënt wil je bepaalde bijwerkingen juist graag vermijden. Hè? Dat kan zijn, vind je het erg vervelend als je een dik hoofd krijgt van de prednison, afwijkingen van de huid die patiënten vaak ervaren. Ja, dat kan heel vervelend zijn en belastend. Dat willen sommige mensen vermijden. Bij sommige mensen zien we dat de nierfunctie wat terug is gelopen. Welk risico wil je lopen op nierfunctieverlies als je kiest voor zo'n tacrolimus? De vruchtbaarheid speelt een rol. Dus al dat soort facetten, we wegen natuurlijk bij de keuze voor bepaalde behandelingen. Want in principe is het zo dat bij minimal change, als de ziekte terugkeert, dan staat de keuze in grote lijnen open voor welke andere therapie je kunt geven. Maar we hebben in ons protocol wel een bepaalde volgorde die je in grote lijnen kunt aanhouden. Maar daarnaast proberen we natuurlijk ook zo heel mogelijk rekening te houden met de wens van de patiënt daarin. Ja, en het kan bijvoorbeeld ook zijn dat we op een bepaald moment juist kiezen voor een infuusbehandeling, omdat mensen het lastig vinden om bepaalde medicijnen consequent in te nemen, of omdat ze er bijwerkingen van hebben. Dus dat weeg je allemaal mee in het gesprek met elkaar. En als laatste opmerking daarbij heb ik gezegd, langdurig stabiele remissie kan optreden na cyclofosfamide of rituximab, en dat klopt. Maar dat heeft er eigenlijk ook wel mee te maken dat die medicijnen na toediening lang doorwerken. Want een cyclofosfamidekuur, die geef je een aantal maanden en daarna werkt die lang door. Dus dat betekent dan is zo'n medicijn slik je niet meer, maar de werking daarvan is niet weg. En hetzelfde geldt voor die rituximab. Je geeft een infuus en dat werkt daarna 3-6 maanden. He, soms nog wel langer dat we die cellen die je hebt aangepakt niet meer kunt meten. Maar dat kan soms een hele wenselijke situatie zijn om het op die manier te doen. Dan het stuk over FSGS. Zoals gezegd, FSGS is dus eigenlijk niet één ziekte, maar het wil eigenlijk zeggen dus dat de nierfilters beschadigd zijn en dat de podocyten zijn aangetast. En bij patiënten met FSGS kijken we naar wat zou de oorzaak kunnen zijn, want het kan ook nog iets anders zijn dan die immunologische oorzaken. Je moet ook met andere mogelijke oorzaken rekening houden. Er zijn bijvoorbeeld aangeboren DNA-varianten van eiwitten die door die podocyten worden gemaakt, waar
foutjes in kunnen zitten. En dan is zo'n polyciet anders opgebouwd. Nou, dat zie je natuurlijk dan, omdat het erfelijk is, vaak in families terug. Dus dat is belangrijk om na te vragen. Komt nefrotisch syndroom of eiwit in de urine of nierschade, komt dat in de familie bij meer mensen voor? Want dat is een belangrijke clue voor een erfelijke oorzaak. En daarnaast zijn er ook allerlei andere oorzaken van schade aan die polycyten. Er zijn bijvoorbeeld virussen zelfs die schade kunnen geven aan polycyten. HIV is daar een belangrijk voorbeeld van. We hebben het ook wel bij corona gezien. Bepaalde medicijnen kunnen ook schade geven aan polycyten. En zo moet je eigenlijk het hele rijtje van mogelijkheden afgaan. Als je patiënten hebt die FSGS in een nierbiopsie hebben. Dus dat zijn overwegingen die je hebt bij patiënten met FSGS. Moet je nakijken of er in het DNA een fout zit. Wat moet de behandeling zijn met afweeronderdrukkende medicijnen? En hoe zit het nou met die plasmafactor? En daar is ook in de klassificatie, in richtlijnen wordt daar rekening mee gehouden. Want eigenlijk als je kijkt naar de verschillende categorieën die je hebt van de FSGS, dan heb je de primaire vorm, ook wel als onderdeel van het idiopathisch nefrotisch syndroom. Dus die eigenlijk lijkt op die minimal change disease of misschien wel dezelfde oorzaak heeft. En dan heb je een aantal andere categorieën, de erfelijke vormen. Maar het lastige daarvan is, die kunnen zich ook gewoon aandienen met een nefrotisch syndroom. En dan heb je allerlei secundaire vormen. En die dienen zich vaak wel wat anders aan, want daar heb je eigenlijk meestal geen nefrotisch syndroom, maar wel eiwit in de urine. En dan in grote lijnen kun je zeggen, afweeronderdrukkende therapie komt alleen in aanmerking bij patiënten met zo'n primaire FSGS. En wat we dan gebruiken eigenlijk om die primaire FSGS aan te tonen, is een combinatie van de klachten die patiënten hebben. Heb je daadwerkelijk echt een nefrotisch syndroom met ödeem, met een laag albumine, met heel veel eiwit in de urine? En zie je ook nog bepaalde kenmerkende afwijking in het nierbiop met die polycyten die helemaal plat liggen, dan spreek je van een primaire FSGS, meestal. Is dat niet het geval, dan moet je in die andere categorieën gaan zoeken. En het lastige is dat we dat zo klassificeren, maar er zijn altijd mensen die net niet helemaal in die klassificatie vallen en een beetje ertussen zitten. En daar zit de uitdaging. Ja? Was één vraag. Ja. Ik heb veel eiwitten in de urine, maar mijn albumine en het bloed is normaal. Kan ik wel een nefrotisch syndroom? Misschien ja, dat is aan. Ja, dus dat sluit hierop aan. Als je dus in de categorie van FSGS zit, dan zit je dus eigenlijk net, als het net aan de ondergrens zit, dat zou voor zo iemand kunnen gelden, dan spreek je misschien formeel net niet van een nefrotisch syndroom, maar je kunt toch dan wel degelijk die primaire vorm van FSGS hebben. En bij die mensen is het denk ik extra belangrijk, en dat doen we ook om goed naar het nierbiop te kijken, met name met die elektronenmicroscopie, die niet in alle centra wordt gedaan. Om goed te kijken naar hoe zien die polycyten eruit, zijn die inderdaad platgeslagen. Extra goed te letten op, zijn er mogelijk erfelijke oorzaken. En als je twijfelt, dan kiezen we er soms toch voor om dan maar te behandelen met prednison of met die tacrolimus. Want we willen ook die kans niet missen om iemand de maximale mogelijkheid te geven om kans te geven op genezing natuurlijk. Ja. Misschien nog een aanvulling is dus ook wel het meten van albumine, niet alleen voor die stolling, maar dus ook wel in die klassificatie een probleem kan zijn. Albumine misschien 36 is in ziekenhuis A, maar bij ons dan net 29 is. En Dus inderdaad, eigenlijk moeten we vaststellen dat het zelfs ook voor patiënten wel belangrijk is om na te vragen aan de dokter, heb ik een te laag albumine? En weet u welk albumine eigenlijk wordt gebruikt in mijn ziekenhuis? Ja. Ja, maar voor dokters, die kunnen daar soms ook wat van leren. Dus dan, en in de richtlijnen is het inderdaad zo dat we die albumines gebruiken ook voor de FSGS als afkapwaarde. Zit je onder de 30, dan praat je over nefrotisch syndroom, zit je erboven. Dan zit je soms in een grijs gebied, of zo is evident niet. Maar zoals gezegd, daarvoor is het belangrijk om te weten welke bepaling wordt gebruikt. Maar dat maakt inderdaad voor de therapiekeuze nogal wat uit. Ja. Zoals gezegd, die erfelijke vormen van FSGS, daar is veel aandacht voor. En ook omdat dat iets is wat in opkomst is, want er wordt steeds meer DNA-onderzoek gedaan bij allerlei ziektes, en ook bij nierziektes dus. En ook omdat het iets is waar je natuurlijk wat belangrijk kan zijn voor de diagnostiek. Omdat als je een duidelijke erfelijke vorm hebt van
van FSGS, dan betekent het dat je niet met prednison moet beginnen. Dus dat is reuze belangrijk. En het heeft daarnaast voor de familie soms ook nog consequenties. De echte hele duidelijke erfelijke vormen, die worden het meest gezien bij kinderen, maar ook wel degelijk bij volwassenen. Bij kinderen is het dan heel uitgesproken met echt een nefrotisch syndroom, wat zich zelfs al kort na de geboorte kan aandienen bij hele schadelijke fouten eigenlijk in de DNA, in de opbouw van zo'n podocyt. Maar als dat wat milder is en wat minder dramatisch, dan kun je daar ook op latere leeftijd pas last van hebben. Dus we moeten daar goed op letten. En daar is in verschillende centra is daar onderzoek naar gedaan, onder andere in de Mayo Clinic in Amerika, waar ze heel veel patiënten krijgen met glomerulaire ziekte en ook een hele grote database van biopten. En daar hebben ze gekeken naar volgens de nieuwe klassificatie, bij wie vind je nu eigenlijk vooral die erfelijke vormen van FSGS. En dan zie je eigenlijk dat bij die, waar je eigenlijk als dokter en als patholoog samenkijkt, als nefroloog en patholoog samenkijkt van welke vorm heb je, en je zegt op basis van klinisch beelden, dus primaire FSGS, dat je een heel enkele keer dan toch wel een erfelijke vorm achteraf vindt. Maar dat je die erfelijke vormen vooral vindt eigenlijk in die categorie waarbij we zeggen secundair, dus eigenlijk zonder duidelijk verlaagd albumine in het bloed. En heel enkele keer, of ook regelmatig in die tussencategorie, waarbij we zeggen, ja, het is, we denken dat het secundair is, maar het is unknown cause. Dus dat wil zeggen, ja, we hebben niet echt een duidelijke onderliggende oorzaak gevonden, maar er is geen evident nefrotisch syndroom. En dan vind je nog wel eens die erfelijke afwijkingen. En hier staan eigenlijk allerlei mogelijke genen beschreven waar die ziekte in zit. En wat we dus steeds vaker hebben vastgesteld de afgelopen jaren, is dat die erfelijke variant dan vooral zit in stukjes van de DNA die coderen voor een bepaald eiwit, en dat is het collageen. En het wordt aangemaakt door die podocyte en het vormt dan eigenlijk ook een onderdeel van die bazaalmembraan. En dat is een variant die kennen we eigenlijk klassiek vooral bij patiënten die de ziekte van Alport hebben. En daarmee wordt het geheel met de samenhang tussen die verschillende ziektes waarschijnlijk nog ingewikkelder. Want er zouden ook nog wel eens erfelijke varianten kunnen zijn bij patiënten die in verschillende mate op prednison reageren. En zo kun je je gaan voorstellen dat die samenhang tussen immuunsysteem, mogelijke erfelijke varianten en de respons op de behandeling steeds meer verweven gaat worden. En dat we dat misschien in de toekomst allemaal samen bij elkaar moeten gaan bekijken. Om een goed beeld te krijgen van wat is er nu aan de hand. Dan de behandeling van FSGS. Nou, zoals gezegd, we gebruiken ook bij die FSGS prednison. En deze dia die laat eigenlijk ook wel zien hoe lang duurt het voordat patiënten in remissie komen. Dat eiwitverlies weggaat. Nou, je ziet ook dat het bij lang niet iedereen weggaat, dat eiwitverlies. En dit is een studie uit de jaren 90. En daarbij is vastgesteld eigenlijk dat toch wel een aanzienlijk deel wel verbetering bereikt. Maar niet een volledige verbetering. Maar elke mate van verbetering is goed. En daaruit blijkt dus eigenlijk dat je de behandelingen lang moet voortzetten. Maar in de praktijk lukt het natuurlijk lang niet altijd om zo lang hoge doses prednison te geven. En als u dat plaatje heeft, dan staan daar al die maanden. Maar dat zijn dan waarschijnlijk een aantal kuren van prednison met afbouw, weer terugval en afbouw. Weer... Ja, dit is dus eigenlijk, dit gaat over voortdurend prednisonbehandeling. Waarbij dat langdurig is voortgezet. Dit is echt alleen prednisonbehandeling. Ja, dus eigenlijk de maximaal getolereerde behandeling is daar vaak gegeven. En tot het bereiken van maximaal resultaat. Dus in het verleden is ook wel veel langer dan 4 maanden doorgegaan met prednison. En we doen dat nog wel als we zien dat het effect heeft. Alleen, we zijn inmiddels wel meer gaan inzien dat het niet haalbaar is om zo lang met prednison door te gaan. En als we zien dat de ziekte wel een verbetering, dat het eiwitverlies wel afneemt, dan geven we er iets anders bij na verloop van tijd. Ja. Maar dit is dus continu? Dit is continu prednison. Stapeling van losse. Dit is niet de stapeling, nee. Maar wat we recent in ons centrum hebben onderzocht, onze collega Ilse Rood heeft dat teruggezocht in de dossiers van de behandeling. Zij is gaan kijken bij de patiënten met FSGS. Hoe is dat verloop nou geweest en hoe is de respons geweest op de prednison? En ze heeft eigenlijk datzelfde waargenomen wat ook in dat Italiaanse onderzoek is waargenomen. Dat het lang niet altijd over is na die 16 weken. En dat het eigenlijk nog langer duurt voordat het verbetert dan bij die minimal change disease. En zij heeft dan gekeken bij wie
is het nu van toegevoegde waarde om langer door te gaan met de behandeling? En bij wie lijkt het eigenlijk dat de ziekte zich voortzet? En wat zij daar heeft vastgesteld is dat een afname van 20% van het eiwitverlies na 8 weken therapie, dat een voorspeller lijkt te zijn voor verbetering op de lange termijn. Dat geldt niet voor alle patiënten, maar dat kunnen we wel gebruiken als houvast voor eventueel onderzoek naar mogelijk een erfelijke variant. Hè? Want degene die daar niet aan voldoen, dat lijken de mensen te zijn waar je wel eens zo'n erfelijke vorm kunt vinden. En degene bij wie je dat wel ziet, die respons van 20% in 8 weken, nou, dat zijn ook de mensen bij wie je kunt zeggen, nou, het lijkt erop dat we dat inderdaad voort moeten zetten, die behandeling. En ook moeten gaan kijken naar welke vorm van behandeling is dan het meest geschikt in uw specifieke situatie. Daarnaast is ondanks al dat behandelen wat we doen, het nog steeds bij patiënten met FSGS vaak zo dat het op de lange termijn misgaat met de nierfunctie. Ofwel doordat de ziekte zich in eerste instantie al te weinig aantrekt van de behandeling, of door elke keer terugvallen naar onvolledige remissies. Dus het blijft een hele lastige ziekte om te behandelen en om te genezen. En zeker ook omdat de ziekte na transplantatie kan terugkeren. Daar ga ik nog iets over vertellen. En dan als laatste wil ik nog vermelden, omdat die FSGS zo moeilijk te behandelen is, wordt er hard gezocht naar mogelijke nieuwe therapieën. Er is een nieuw middel wat wordt onderzocht. Dat is door onderzoekers in de VS gevonden, dat medicijn. En dat middel dat heet de codenaam R3R01. En dat middel dat doet iets op het wegpompen van cholesterol uit die podocytcellen. Want er is vastgesteld dat dat mechanisme in de cellen vaak niet goed werkt als patiënten FSGS hebben. In diermodellen is vastgesteld dat dat medicijn goed werkt. Diermodellen voor de ziekte van Alport en diermodellen voor de ziekte van FSGS. En daarnaast is het middel in een aantal gezonde vrijwilligers al toegepast en blijkt dat vrij goed werd verdragen. En nu zitten we in de fase 2 noemen we dat, waarbij het ook bij patiënten met FSGS en Alport en ook de erfelijke vorm van FSGS wordt onderzocht. En wij nemen deel aan dat onderzoek. Dus patiënten met zo'n ziekte, die kunnen zich bij ons melden. Het is ook op nieren.nl heeft het ook aandacht gekregen. Maar het is dus een nieuwe behandeling, op dit moment nog experimenteel, die we volgens het protocol 12 weken mogen geven. En waar we natuurlijk een bepaald aantal vereisten hebben voor eventuele deelname. Voor patiënten die daarin geïnteresseerd zijn, zijn we natuurlijk zijn welkom om daarover te komen praten. Ja. Ik zit er ook aan hoe ver je bijvoorbeeld door de FSGS is. Ja. Ja, want als de nierfunctie al onder de 45 is, dat is de afkapwaarde, dan mag je niet aan het onderzoek meedoen. En ze trekken gewoon scherp die grens. Hè? Dus wij vinden eigenlijk ook soms wel eens dat het misschien nog wel bij andere mensen, maar ja, voor onderzoek wordt vaak een strikte grens getrokken. Ook omdat het nog nieuw is, dus we weten nog niet hoe goed het werkt. Ja. En wat je vaak bij mindere nierfunctie ziet, is dat ook allerlei andere processen daar een rol bij kunnen gaan spelen. En dan kun je vaak niet meer heel goed beoordelen of zo'n middel effectief is. En daarom wordt het in eerste instantie nog niet bij die categorie patiënten toegepast. Met de tijd. Ik had nog een heel... Uit enthousiasme heb ik een lang stuk toegevoegd over de terugkeer van FSGS naar niertransplantatie. En ook uit enthousiasme omdat ik daar onderzoek naar doe. Maar ook omdat mensen die daarmee geconfronteerd worden daar natuurlijk heel erg onder te lijden hebben. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om daar aandacht aan te besteden. En ook omdat het iets leert over de mogelijke oorzaak. Hè? Want die plasmafactor die we vermoeden dat die bestaat in het bloed van patiënten met FSGS, die hopen we op die manier beter op het spoor te komen. En dat heeft ermee te maken dat mensen die zo'n terugkeer van die ziekte hebben na transplantatie, dat we die heel goed kunnen monitoren. Hè? Want zoals eerder gezegd, op het moment dat die ziekte zich presenteert, dan bestaat die vaak al een hele tijd. Hè? Omdat mensen eerst niet in de gaten hebben wat het was, of omdat de dokters het niet in de gaten hebben. Maar als iemand FSGS heeft die getransplanteerd wordt, ja, dan zijn we heel erg op onze hoede, omdat we weten dat die ziekte kan terugkeren. Dus dan zien we vaak ook al binnen
een week na transplantatie dat die ziekte terugkeert. En dat zien we dan omdat eiwit heel snel terugkomt in de urine. Als dat gebeurt, dan geven we natuurlijk de standaard behandeling om afstotingen te voorkomen. Dus mensen krijgen al die prednison en andere medicijnen al en toch komt de ziekte dan terug. En wat we dan doen is het wisselen van het bloedplasma. Dus dat wil zeggen, we halen het bloedplasma van de patiënt eruit en we geven gezond donorplasma of een eiwitoplossing geven we dan terug. En dat kan ook heel goed helpen. En dat is dus een extra aanwijzing dat er iets in het bloed zit van patiënten wat niet goed is, wat die ziekte veroorzaakt. Het probleem is alleen dat bij het afbouwen van die plasmawisselingen dat je dan toch weer ziet dat het eiwit weer opvlamt. En dan proberen we op allerlei andere manieren dat tot rust te brengen. En wat we in de loop van de jaren veel hebben gedaan, is het bewaren van dat plasma. Omdat we denken van, er zit iets in het bloed. En daar zijn we experimenten mee gaan doen op podocytcellen in kweek. En wat we bij een deel van die patiënten hebben gezien, is dat die podocyten dan beschadigd worden. We zien dan eigenlijk gewoon onder de microscoop al dat die allerlei ophopingen krijgen. En dat die cellen dan loslaten. Dus er is duidelijk iets aan de hand in dat bloedplasma wat die cellen ziek maakt. En daar hebben we een meetmethode voor eigenlijk opgesteld, waarmee je dat dus kunt vaststellen. Nu zien we dat niet bij iedereen, maar bij een deel van de patiënten. Dus we weten niet goed waarom. Maar we hebben wel gezien dat die ophopingen, die korreltjes die je in die cellen hier ziet, dat dat vetdruppeltjes zijn. En dat heeft dan ook weer geleid tot verder onderzoek van hoe hopen die vetdruppeltjes zich op. En het andere aardige daarvan is dat we in dat systeem kunnen zien dat als je gezond plasma van donoren toevoegt, dus als het ware een soort plasmawisseling, dan zie je dat die schade van dat FSGS-plasma minder wordt. Met andere woorden, er lijkt iets te zitten in dat gezonde donorplasma wat die cel dan beschermt tegen die schade. En dat leidt tot het idee dat er niet alleen een factor is, maar ook een remmer van die factor. En daar zijn we naar op zoek gegaan. En kort gezegd, in dit systeem lijkt het albumine die remmer te zijn van die factor. Dus weer een belangrijke rol voor het albumine. En in de praktijk, we weten nog niet helemaal precies hoe we dat moeten duiden. Maar we denken dat het wel belangrijk is. Omdat als we plasmawisselingen geven, we denken dat het goed is om soms net wat meer albumine terug te geven dan gemiddeld. Bij die plasmawisselingen. En het andere wat we hebben vastgesteld is dat die celschade die we dus kunnen meten, semi-kwantitatief. Ja, dus die ernst van die schade aan die cellen kunnen we meten en dan geven we een gradatie aan. En we hebben inmiddels gezien dat dat een hele sterke relatie heeft met vrije vetzuren die we ook kunnen meten in het bloed. Dus in dit systeem lijken die vrije vetzuren een belangrijke rol te spelen. Die worden ook gebonden door albumine. Dus we denken dat dat interessant is om verder te onderzoeken. En ik wil dit vandaag aan jullie laten zien met alle haken en ogen die daar nog aan zitten. Want ik wil zeker niet het idee bij jullie wekken dat we nu in Nijmegen alles hebben opgelost. Maar ik wil het jullie wel graag laten zien, omdat hier energie in wordt gestoken, door de Nierstichting, door sponsoren en door onszelf, om erachter te komen, meer te weten te komen over die ziekte. Dus wij zijn heel erg ons best aan het doen om uit te zoeken hoe het in elkaar zit en of die vrije vetzuren daar een rol in zouden kunnen spelen en dan welke. En dat wordt de volgende stap in dit onderzoek. Wij hopen dat we daarmee een stapje verder gaan komen. Nou, dan wil ik dit stukje even afsluiten. Misschien dat er op dit moment vragen zijn. En ik heb het even in een notendop verteld. Is dat een hele invasieve behandeling, die plasmawisseling? Ja. Ja, het is, als je het ziet, dan denk je, god, dat is eigenlijk een soort dialyse. Hè? Want we doen het ook op de dialyse. Ja. Omdat daar de verpleegkundigen zitten die dat goed kunnen. En eigenlijk, je moet net als bij dialyse een dialysekatheter hebben of een shunt. Ja, die patiënten hebben die natuurlijk vaak al. En je moet dat plasma wisselen en daar ben je ook een paar uur mee bezig. En we hebben dat nu eigenlijk bij best al een aantal patiënten gedaan. Die je terugkrijgen naar transplantatie, maar ook eigenlijk al bij een aantal patiënten die FSGS in eigen nieren hebben. Omdat al die andere behandelingen hebben geleid tot veel bijwerkingen of het werkte niet. Dus soms een soort van noodgreep. En dan zie je dat het ook wel werkt. Alleen dan zie je datzelfde probleem dat als je die plasmaferese gaat afbouwen, dat het dan weer terugkeert. Dus je moet het uiteindelijk dan toch van andere medicijnen hebben.
Omdat die plasmaferezen, ja, dat kan wel. Maar 3 keer in de week voor plasmaferezen komen, ja, is ingrijpend. En de vraag is, ja, wat wordt dan de afweging? Ja, dan is het al bijna een soort dialyse. En we halen met die plasmawisselingen halen we natuurlijk ook een boel eiwitten weg die het lichaam gewoon nodig heeft. Dus we weten ook niet of dat wel zo verstandig is op de lange termijn. Maar er zijn een paar mensen die wij in ons ziekenhuis hebben en ook in de regio. Ja, die doen het eigenlijk al een tijd lang op die plasmaferezen in zijn zoveel tijd. Ja, gaat het vrij lang goed. En ja, als je niet iets beters hebt, dan kun je dat soms toepassen. Tegelijkertijd, omdat het zo ingrijpend is en ingewikkeld, kunnen niet alle ziekenhuizen dat volhouden om dat te blijven doen. Want we doen het eigenlijk vooral als een kortdurende behandeling bij ernstige ziekten. Ook bij vasculitis worden toegepast. En het is niet een geregistreerde behandeling. Dus dat maakt het moeilijk. Je hebt er veel personeel voor nodig. Het is duur. Het is niet een duurzame behandeling eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Maar we willen het wel doen voor mensen die ja, geen andere mogelijkheid hebben. Ja. Goed. Was er nog iemand iets te vragen? Of, nee, straks. Er is nog wel een vraag binnengekomen hier. Ik gaf aan dat gevraagd kan worden in het ziekenhuis waar de behandeling is, welke albumine gebruikt wordt. Zijn het welke albumine bepalen? Kunt u er even wat toelichting geven hierop? Nou, wat ik liet zien was inderdaad dat er dus de 2 meest gangbare methoden zijn die zogenaamde BCG, van de G van groen, en BCP paars. En die worden ongeveer nog 50-50 gebruikt. En wat wij eigenlijk in het Radboud willen is dat die BCP-bepaling meer wordt gebruikt. Omdat we dus zien dat er met die BCG-bepaling een systematische overschatting is van ongeveer 5 tot 8 punten. En dat is dus belangrijk enerzijds bij de definitie van die FSGS, maar anderzijds, of nefrotisch syndroom, maar anderzijds ook van de beslissingen om de antistolling. En nou ja, dus dat is eigenlijk inderdaad iets wat denk ik de nefroloog tegenover u niet zal weten, maar wat de klinisch chemicus makkelijk kan beantwoorden. Helemaal goed. Ik neem het weer even over. Even kijken, ik weet niet of er, dit was nog een mooi plaatje inderdaad, we hadden eigenlijk een middaggedeelte, ik had de opdracht gekregen om in de middag iets te vertellen over voeding en nefrotisch syndroom. Ik heb net gehoord dat ik ietsjes langer door mag gaan, dat is met name natuurlijk voor de mensen die ook digitaal zijn, zodat die straks niet terug moeten komen. Dus in principe wilde ik het uiterlijk 12:30 inderdaad maken voor de lunch, als dat voor de mensen hier ook goed is. Dit was nog even een plaatje om te laten zien. Ja, in het Radboud Ziekenhuis hebben we het zeldzame nierziekte expertisecentrum. Waarbij we eigenlijk hopen met andere ziekenhuizen goed samen te kunnen werken, advies te kunnen geven. En daarbij inderdaad zijn we ook betrokken bij ERCNET. Dat is de Europese registratie waarbij denk ik dit soort vragen, wat u ook had over van nou, hoe zit het dan met mannen en vrouwen. Ja, het is een zeldzame ziekte. Nederland is een klein land. Dus we zullen wel moeten samenwerken om daar verder in te komen. Kijk heel even, want die presentatie. Oh, dan moet ik misschien... Hey, we hadden hem eerst achteraan, maar omdat het een losdeel was. Vraag, is het het enige expertisecentrum in Nederland of zijn er nog meer academische ziekenhuizen? Er zijn denk ik meer academische ziekenhuizen die expertise hebben. Wat een heel bekend voorbeeld is, is ook dat is meer voor de vasculitis en de SLE. Daar heb je ARTS, is een platform wat volgens mij vanuit het Reumafonds is gesubsidieerd, maar waar ook de expertise zit en die dat probeert uit te rollen. Ik weet niet heel goed, zeg maar, voor het nefrotisch syndroom zijn wij misschien wel inderdaad voor een heel deel een aanspreekpunt. Maar in principe zitten denk ik in elk academisch ziekenhuis wel mensen die zich daar meer toe richten. Die misschien dan weer een vraag bij ons neer zullen leggen. Als ja, en als dat zo gelabeld is, dan is het het Nederlandse of een van de Nederlandse. Daar. Misschien kan Rutger mij helpen. Is dat lastig? Ja, er zijn inmiddels wel meer academische ziekenhuizen inderdaad die ook zijn aangesloten bij ERCNET. En voor zeldzame nierziekten weet ik het niet direct uit mijn hoofd. Maar inderdaad voor nefrotisch syndroom
hebben we daar in het Radboud de meeste interesse in. En zijn we daar ook inderdaad het expertisecentrum voor. Ja, voor volwassenen. Ja. Het is eigenlijk een soort van label wat wij ook hebben door participatie in dat Europese registry. En dan moet je als ziekenhuis aan bepaalde voorwaarden voldoen. En het kan, ik denk niet dat wij dat daarin het enige Nederlandse ziekenhuis inderdaad zijn. Maar onze collega Tom Nijenhuis, die is daar het meeste bij betrokken. Kijk eens, de presentatie. Nou, ik denk inderdaad, hier hebben we het nog weinig over gehad. Dit is nou net het stukje waarbij je hoopt als patiënt dat je ook een beetje eigen invloed hebt. Maar tegelijkertijd is het ook een heel lastig item. Ik heb een paar basisprincipes en daar heb ik ook de richtlijn van de diëtisten bij gepakt. Die hebben eigenlijk een paar hele goede principes misschien om even wat dingen te benadrukken. En eventueel zou ik aan de hand van twee casen straks nog iets kunnen illustreren van, nou, waarom doe je dat nou allemaal? Dus een aantal dingen zijn natuurlijk dat dieet is belangrijk, maar er spelen ook een aantal ziektegerelateerde klachten. Dus dat vocht, dat zit soms niet alleen in je benen, maar dat kan ook in het maag-darmwand zitten. Dus een van de dingen is inderdaad dat je een vol gevoel kunt hebben door uideem in de darmwand. Ander ding inderdaad is natuurlijk dat speciale, dat bepaalde medicatie bepaalde bijwerkingen kan hebben. Dus bij prednison is bekend dat mensen meer eetlust krijgen. Maar soms ben je bijvoorbeeld ook misselijk door het gebruik van bepaalde medicatie. Dus dat is iets waar wij in de spreekkamer mee rekening moeten houden. Wij zijn allemaal inderdaad, hebben een andere waarde die we aan eten hechten. En daar spelen soms bepaalde emoties een rol in, bepaalde cultuur. Dus daar is ook een advies op maat van belang. En dan zijn we nog afhankelijk van externe factoren die je misschien soms minder in de spreekkamer laat doorschemeren, maar waarvan een diëtiste zich ook bewust zal zijn en wij ook denk ik rekening moeten houden. Ja, wat zouden dan de doelen zijn? Hè? Van waarom is het nou zo belangrijk? Nou, we zouden dat doen omdat we hopen, hè, met name de zoutbeperking is bekend voor de bloeddrukregulatie, maar het doet ook wel wat op de vochthuishouding. We weten steeds meer dat ook het handhaven van een eiwitbeperking is erin belangrijk om de hoeveelheid eiwitverlies te beperken die er in de urine is. Dat kan schade geven aan de nierfiltertjes en kan op die manier ook het nefrotisch syndroom onderhouden. In het geval dat mensen een verminderde nierfunctie hebben, dan kan het een belangrijke bijdrage leveren ook aan het behoud van de nierfunctie. Dan zijn er ook nog specifieke dingen als dat door bij een nefrotisch syndroom bijvoorbeeld veel ook vitamine D in de urine verloren wordt, heb je meer kans op botontkalking. En ook specifieke medicatie zoals prednison kan maken dat je meer kans op botontkalking hebt. Dus dat is een belangrijk aandachtspunt in de vocht of in de inname. Het cholesterol waar we het eerder over hadden, dat is van belang inderdaad. Omdat je inderdaad nierpatiënt bent, eiwitten verliest, heb je meer kans op hart- en vaatziekten in combinatie met cholesterol en dergelijke. Heb je meer kans op cardiovasculaire complicaties en is dat dieet van belang. Ja, wat zijn die kenmerken van wat is nou wat de diëtiste inderdaad aan zou raden als je in de spreekkamer komt? Dat is eigenlijk een eiwitbeperking, 0,8 gram per kilogram per lichaamsgewicht. Het is overigens wel zo dat het op basis van ideaal gewicht is. Dus bij iemand met een BMI van 27 of meer zal je dat als maximale waarde aanhouden. Eiwitten, hè, dat is best al lastig om rekening mee te houden. Er zit natuurlijk veel in melk, in vlees, in zuivel, maar ook in bepaalde sojaproducten. Dus dat is soms best een uitdaging om te zoeken van hoe pak ik dat nou het beste aan. Die zoutbeperking, maximaal 2 gram, 87 millimol of 5 gram keukenzout per dag. Gemiddeld dieet van een Nederlands persoon heeft 7 tot 12 gram. Dus dat betekent dat dat best heel streng is. En het zit natuurlijk ook veel in het gewone brood. Dus als iemand werkt en veel calorieën verbruikt, kan dat een hele grote uitdaging zijn om te kijken van hoe krijg ik dat voor elkaar. Helpt dan zout als brood geven? Helpt dat mij? Dat helpt wel, want dat betekent inderdaad dat je op een andere manier die zouten kan sparen en bijvoorbeeld bij een avondmaaltijd kan binnenkrijgen. Maar dat is ook best een uitdaging om zoutloos brood te... Nee. Het enige is, ik heb dan wel een nefrotisch syndroom. Ik heb van 1 november heb ik dan een nier gekregen. Dus ik zie het al een geweldig mens. Mijn probleem met zout is echt dat ik elke keer over de 5 gram ga. Ja, dus ik ben al teruggegaan naar zoutloos brood. Maar
ik wil dat niet zeggen dat het de prednison, want ik vind natuurlijk ook prednison. Maar ik heb een honger gevoeld van hier beginnen. Mm-hmm. Ja, ik doe niks. Ja, ik fiets veel, want ik heb energie over momenteel. Ja, en dan krijg ik dus, ik kreeg op een gegeven moment s'avonds om een uur wat, dan heb ik de gauwhonger. Dat begon met één broodje. Ja, en dat eindigde op een gegeven moment met 4 boterhammen. Dus ik had bijna 12 boterhammen op een dag. Ja, dan ben ik natuurlijk naar de diëtist gegaan, maar ik weet het probleem. Ja. Ja? Ja. Dus ik ben nu teruggegaan naar 3 boterhammen per dag. En dat hoort ook wel. Maar ik moest gewicht kwijt. Ik bedoel, want ik was 92 kilo toen ik de operatie had gedaan. Ik ben er nu al onder de 7. Ja. Ja? Ja. Dus ik weet het probleem. Maar ik kan er zo weinig zelf, ja, kan ik er weinig aan doen. Want... Ja. Ja, je probeert het zo goed mogelijk te doen. Ja. Maar ik denk dat dit is een streven. En ik denk dat wij weten allemaal dat dat moeilijk is om dat streven inderdaad te halen. Ja, ja. Bijvoorbeeld kaas. Ik eet graag kaas. Nou eet ik zelf ook kaas. Het meeste van de... tegenwoordig kijk ik op de etiketten van hoeveel zout zit erin. Ja. Ja. En toch kom ik er elke keer weer over. Ja. Ik ben even te kijken, wat heb ik hier nog staan? Inderdaad, ja, soms inderdaad, als mensen een wat laag zout in het bloed hebben, dan is er zelfs een lichte vochtbeperking nodig. Dat is niet vaak. Kaliumbeperkingen, dat is meer opgeleide van de uitslagen. Met name wanneer mensen een iets verminderde nierfunctie hebben, kan het zijn dat je moet letten op de hoeveelheid groente, fruit, aardappels die je binnenkrijgt, koffie. Dat zijn bekende bronnen inderdaad van kalium. En eigenlijk geldt voor heel veel andere dingen inderdaad, geldt eigenlijk de richtlijn van de gezonde voeding. Maar dat is soms dus best wel lastig hoe je dat dan in relatie tot de andere beperkingen zou moeten voor elkaar krijgen. Wat zijn nog wat bijzonderheden? Ja, dat is denk ik voor jullie ook bekend. Hè? Wij laten graag 24 uur urine sparen omdat dat iets zegt over de ernst van het nefrotisch syndroom. Maar het kan soms, als je dat doet, ook wel wat inzicht geven in wat gebruikt iemand nou in eiwitten en zouten. En dat kan helpen om in een discussie samen te kijken van, nou, waar is dan wat verbetering mogelijk? Plastabletten die kunnen die zoutuitscheiding beïnvloeden. Maar eigenlijk is het zo dat als je die 3 tot 5 dagen gebruikt, dan kom je weer in een soort van nieuwe stabiele situatie. Dus het is niet zo dat dat dan langdurig de uitslagen beïnvloedt. Er zijn bloeddrukmedicijnen die velen van u zult gebruiken. De ACE-remmers en de angiotensine 2 antagonisten. Dat zijn medicijnen die doen wat gunstigs waarschijnlijk op de nier. Die remmen eigenlijk als het ware een beetje de hoge druk op de podocytvoetjes. Maar die hebben soms als bijwerking dat het kalium weer wat hoog kan worden. Dat is wel iets inderdaad waar we dan moeten kijken hoe we daar samen weer uitkomen met ook dieetmaatregelen. En andersom wordt ook wel steeds meer duidelijk uit onderzoek vanuit onder andere Rotterdam naar kalium, dat kalium ook wel gunstige invloeden heeft. En soms kan kaliumrijke voeding juist ook wat gunstig effect op dieet hebben. Dus zo is het kijken met elkaar. En nog wel een lastig item inderdaad, hè, bij niertransplantatiepatiënten. Is meestal ook wel een gesprek over wat betekent dat nou voor het dieet, wat kun je beter wel en niet eten. Nou, leverworst of paté, daarvan is, zeggen we steeds vaker, nou, er komt meer hepatitis E in Nederland voor. En omdat je afweer verminderd is, kun je dat beter niet eten. Je kunt je ook misschien wel voorstellen dat rauw vis, rauw vlees eten, dat niet verstandig is als jij een afweeronderdrukkende therapie hebt. IJs inderdaad is inderdaad, vuil softijs inderdaad, dus dat is best wel zoeken. Ik vind het soms nog wel helpen om te zeggen wat goed is voor een zwangere vrouw, is ook goed voor een nierpatiënt die afweeronderdrukkende medicijnen gebruikt. Maar je zult zien, en daar ben ik zelf ook schuldig aan, dat soms best wel, mensen hebben hele specifieke dingen die ze graag eten. En soms moet ik dan ook even uitzoeken van mag of kan het wel. Het is de omgeving die het ook een beetje bepaalt. Ja. In mijn gezin wouden wij sushi gaan eten. Dat was, voordat ik dan een nier kreeg, dat was een plan. Nou durven we mijn... kinderen en vrouwen met partners die ze dan allemaal hebben, durven geen sushi te gaan eten, want ze zijn bang dat ik in verleiding kom. Ja, dat vind ik helemaal geen probleem. Dus het is wat dat betreft ook een beetje samenspel. Hè? Ja. Je moet het ook durven. Ja. Ja? En je moet het ook leren. Ik zeg eerlijk, ik stond nog wel eens. Ja, met de dieet. En dan denk ik ook dat ik vanavond een keertje mag. Maar ja, moet je het ook durven. Ja. Nou, ik had heel even misschien als afsluiting voor de lunch. En er staan eigenlijk te veel getallen op de dia. Dus daar bied ik even mijn excuses voor aan. Dus ik ga er gewoon even doorheen praten. Ik heb 2 voorbeelden van deze meneer van 54 jaar met membraneuze nefropathie.
Die had dat sinds een maand of twee geleidelijk aan vocht vasthouden. Was ook 10 kilo aangekomen. En die had eigenlijk in de spreekkamer best een hoge bloeddruk. Zal jullie wat zeggen, 160 over 100 en fors vochtenophoping. En in het bloed had hij inderdaad dus een nefrotisch syndroom. Met een lage eiwit in het bloed van 21. En een creatininewaarde, nou die is eigenlijk nog wel redelijk normaal. Dus echt een duidelijk nefrotisch syndroom. En dan kijken we inderdaad naar die 24 uur urine. Nou, daar had hij 6,7 gram eiwit. Nou, meer dan 3,5 is nefrotisch syndroom. Dus er zit veel in. Maar waar het hier met name om gaat, is er zat dus ook 440 millimol ureum. Dat zegt iets over je eiwitinname. En 330 millimol natrium in. En dan zei ik al, er komen er veel getallen. Want dan kun je wat omrekenen. En dan kun je een beetje kijken van, nou ja, hoeveel gebruik je nu in je dieet? En die 330 millimol, die komt eigenlijk overeen met 19 gram zout. Ofwel ruim 7000 milligram natrium. En ik zei straks al iets van, om een beetje een indicatie te geven. 7 tot 12 gram, dat zou zijn 120 tot 200 millimol in de 24 uur urine. Dat is eigenlijk wat we, nou ja, standaard zouden gebruiken als we hier niet op zouden moeten letten. Dus dan zie je inderdaad dat als je naar die 5 gram moet gaan, dan moet je naar eigenlijk onder de 100 millimol natrium in je 24 uur urine. En dat is best streng. En voor deze meneer ook best een grote dieetaanpassing. Ook nog heel eventjes om iets over die eiwitinname te zeggen. Nou, de diëtisten gebruiken vaak deze formule. En dan kun je kijken, maar 440 millimol ureum in de 24 uur urine is ongeveer 100 gram. En als je dus uitgaat van 0,8 gram per kilogram en je bent ongeveer 75 kilo, kom je op 60 gram. Nou, dus als je beide dingen moet doen, dan is dat een enorme omslag van voeding. Nu is het wel zo inderdaad, hè? En nou ja, er is altijd iets van een natuurlijk beloop van de ziekte. En we behandelen ook de bloeddruk met onder andere zo'n ACE-remmer. Maar deze man in dit voorbeeld, die houdt zich best bewust bezig met dieet en voeding. En die kon ook wel aan de slag. En wat je in dit geval ziet, is dat hij na een maand of drie toch merkt dat de bloeddruk beter is. Het vocht minder. En er zijn wat eerste tekenen van dat het eiwit in het bloed wat hoger is. En in de 24 uur urine wat lager. En je ziet inderdaad, nou dat is hier wel heel goed gelukt inderdaad. Dat hij inderdaad zijn eiwitinname heeft bijgesteld en zijn target van 60 heeft gehaald. En die zoutintake die is niet 5 geworden, maar die is wel een stuk beter. Dus nou, dat is gunstig. En in dit geval leidt dat misschien ook wel tot wat tekenen van verbetering. Het andere voorbeeld is meer op het gebied van waar Rutger over heeft verteld. Inderdaad, de minimal change of de FSGS. Dus een wat andere aanloop vaak ook al. Hè? Een 34-jarige vrouw die heel acuut eigenlijk vocht gaat vasthouden. Dus meer het verhaal van dat je de een op de andere dag nog kan zeggen van dat veranderde. En die was ook bijna 20 kilogram aangevallen in 2 weken tijd. En die had meer waar ik mee begon met dit verhaal. Een volgevoel en buikpijn. En die had echt massaal vocht wat zij overal vasthield. En wat je dan in haar bloeduitslagen ziet, is zelt ook op zich een ongestoorde nierfunctie voor een jonge vrouw. Maar echt een heel laag eiwit in het bloed, dus zelfs lager dan 10. En bij deze mevrouw zie je dan in de 24 uur urine dat ze echt massaal eiwitten vasthoudt, 16 gram. En er zit 110 millimol ureum, 55 millimol natrium in. En dat is eigenlijk dus relatief zelfs heel weinig. Want die 55 millimol natrium komt ongeveer overeen met 3 gram zout. En wat je dus soms wel eens ziet bij het nefrotisch syndroom, is dat de nier eigenlijk heel veel zout wil gaan vasthouden. Dat nou noemen we zoutretentie. En op dat moment is er dus niet echt een reden om minder zout te gaan eten, maar dan kan het soms nodig zijn om wat minder vocht te gebruiken. En bij deze mevrouw zijn de eiwitten eigenlijk redelijk op orde. Als je dat zo omrekent, dan heeft ze op basis van haar gewicht 50 gram eiwit wat ze zou moeten innemen. Dus dan zou je kunnen zeggen, ja, op dit moment is er misschien niet echt een dieetinterventie. Maar ik begon wel met, nou, ze heeft een heel vol gevoel. Dus het is wel goed opletten of ze voldoende binnen blijft krijgen. Dat had ik even hier ter illustratie. Want eigenlijk moet ze 6 weken later met veel prednison starten. En dan zie je inderdaad dat wel moeizaam gaat. Hè, 60 milligram prednison heeft natuurlijk de nodige bijwerkingen. Nou, in deze casus veel tegenzin tegen de medicijnen. Ook wel bang, hè, dat je dan aankomt in gewicht. Want dat wordt natuurlijk verteld door de dokter.
Dus in dit geval bij deze mevrouw zijn de uitslagen zodanig dat zij zelfs een laag kaliumgehalte in het bloed heeft. 3,5 of hoger is normaal. De nierfunctie blijft redelijk goed. Het eiwit in het bloed is wel wat opgelopen sinds ze is gestart met de behandeling. En haar bloedsuiker is eigenlijk te hoog. Dus normaal is het niet nuchter onder de 10, 11. Dus ze heeft een beetje de neiging om suikerziekte te ontwikkelen ten tijde van prednisongebruik. En ook hier inderdaad kijken we dan weer naar de inname van zout en eiwitten. En is 75 millimol voor haar wel echt heel erg weinig. Dus eigenlijk zie je dat ze onvoldoende eiwitten binnenkrijgt. Maar 34 gram, waar ze de 50 zou mogen hebben. En ze heeft een neiging tot het ontwikkelen van suikerziekte. En je ziet wel dat de prednison wat doet. Want je ziet inderdaad wat tekenen dat het eiwit in de 24 uur urine afneemt. En het eiwit in het bloed toeneemt. Dus eigenlijk is hier om een andere reden een diëtiste wel gewenst. Ja, ik denk wat misschien goed is om even te illustreren, is dat het denk ik voor heel veel patiënten best heel fijn is om in ieder geval één keer een gesprek te hebben met een diëtiste of misschien een nefroloog die daar zelf wat meer feeling bij heeft, omdat het vaak een grote dieetverandering is. Misschien goed om te zeggen, in ons ziekenhuis is een diëtiste niet standaard betrokken bij elke patiënt, dus heel vaak moet de patiënt er ook zelf naar vragen. Maar het is inderdaad wel goed om precies te weten van, ja, hoe kan ik dat nou zo goed mogelijk doen? En eigenlijk als je ook naar de zorgstandaarden kijkt, dan is het eigenlijk wel zo dat misschien in de standaarden van de nefrotische syndroomhoud aangeven dat een dieet eigenlijk heel gewenst is. Maar het gebeurt dus niet altijd proactief in de praktijk. Als je daar behoefte aan hebt, is denk ik altijd wel heel belangrijk om bij je zorgverlener aan te geven als het niet standaard gebeurt. Ja. Oké. Misschien even kijken. We blijven mooi binnen de tijd, denk ik. En ik weet niet of aan de hand van wat ik in een vogelvlucht verteld, waren een beetje veel getallen, sorry daarvoor. Maar of jullie misschien daar nog vragen of opmerkingen over hebben. Jij dat vanuit de Q&A? Oké. Nou, zal ik jou nog even het woord geven? Omdat het over eten gaat, gaan we daar lunchen. Voordat we daar naartoe gaan, het is aan de voorkant volgens mij. Wil ik jullie alvast bedanken voor dit gedeelte. Zeer informatief en boeiend. De kijkers thuis, die moet ik even apart toespreken. Dus ik wil ook de kijkers bedanken die thuis gekeken hebben. We hopen dat jullie vragen hebben kunnen beantwoorden met dit webinar. Helaas kunnen we deze vragen niet altijd beantwoorden, omdat we uw medische achtergrond niet kennen. We willen u altijd adviseren om uw eigen arts te raadplegen bij heel specifieke vragen. Op de website nieren.nl staat heel veel informatie. En u krijgt binnenkort ook nog een formulier toegestuurd voor een evaluatie van het webinar, zodat u daar ook aan kunt geven of u vragen of heeft of vragen die zijn blijven liggen. En dan wil ik u voor vanmiddag uitnodigen rond 1:15. Kunnen we hier weer met z'n allen zitten. En dan is er ruim gelegenheid om met elkaar te spreken en nog praktische vragen te stellen. Alvast bedankt voor uw aandacht.